We've allowed the cancer of relativism to infect us, so we think there are no shared universal values. And there is no freedom without those shared universals. Vrijheid is iets wat je niet kan waarderen wanneer je het helemaal hebt. Je moet het een tijdje niet hebben en dan pas begrijp je wat je mist. Reverse the question. Can art destroy the world? And I think it can. You can choose either to be abused or not. The political news is robust. The safety of journalists. We hacked into the audience and then all of a sudden 300 phones would ring, you know. Ja, en na deze reclameboodschap heet ik jullie allen van harte welkom. Mede namens Femke Halsema en Thijs van der Brink. Vanavond proberen wij met z'n drieën een gesprek te leiden van 6 uur over het klimaat. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de Bali hier. Een klimaatmarathon dus, zoals gezegd. Omdat we willen proberen om eens een lang gesprek te hebben over een belangrijk onderwerp. En een lang gesprek waar veel aspecten aan het onderwerp aan de orde kunnen komen. Een lang gesprek omdat het een ingewikkeld en belangrijk onderwerp is. En dat willen we ook benadrukken daarmee. Maar ook omdat we gemerkt hebben dat met een marathonsessie er ook een sfeer kan ontstaan die meer toestaat, die meer permissiviteit heeft, waarmee je naar elkaar kan luisteren om eens te kijken wat bestaat er nou allemaal, wat is er aan oplossingen, wat is er aan mogelijkheden en wat is er aan en hoe ernstig is het en of hoe weinig ernstig is het. En dat gesprek moet hoog nodig gevoerd worden. We hebben dit eerder gedaan. We hebben dit ruim een jaar geleden gedaan, vlak voor de Brexit-vote over de EU. Samen met Rem Koolhaas onder andere. We hebben dit gedaan vlak voor onze verkiezingen over het thema democratie. En we denken dat het aan het begin van dit seizoen van de Bali belangrijk is om te praten over een van de meest brandende kwesties op dit moment, denken wij, op de planeet. Het klimaat en de manier waarop we dat wel of niet kunnen beïnvloeden. Deze klimaatmarathon die maken we samen met de Stichting Doen. Stichting Doen maakt het ons mogelijk om dat te doen. En die zijn natuurlijk al heel lang bezig met een duurzame klimaattransitie. En ze doen dat natuurlijk met bijdrage van de Postcode Loterij. Maar vanavond zijn er een aantal mensen hier ook te gast uit organisaties die bijvoorbeeld gesteund worden door de Stichting Doen. Dus zowel inhoudelijk als financieel helpt de Stichting Doen met deze marathon. U kunt in en uit lopen, u kunt ook een drankje nemen, u kunt misschien wat gaan eten halverwege, of u kunt gewoon blijven zitten. En de bar is ook wel geopend. Er is ook muziek vanavond, een aantal keren, want we zijn ongelooflijk blij dat we Lucky Fonds de derde onder ons hebben, die zo nu en dan wat zal voorzingen, wat zal performen. En ja, dat zijn eigenlijk zo de huishoudelijke mededelingen. Er is nog één laatste huishoudelijke mededeling. Het prachtige programma met de 26 gasten is samengesteld door twee redacteuren van de Bali. Tim Wagenmagers en Sophie Rutte-Frans. En nogmaals, namens Femke Halsema en Thijs van der Brink ook hartelijk welkom allemaal. Onze eerste gast zit ook al aan tafel. En ik zal Thijs eens vragen om daarmee te beginnen. Maar misschien nog één vraag aan jullie twee. Voordat we beginnen. Als ik met jou mag beginnen, Thijs. En wat denk jij of wat hoop jij of waar hoop jij antwoord op te krijgen vanavond? Ik hoop antwoord te krijgen op 3 vragen. Waar staan we als het gaat om het klimaat? Is het 5 voor 12? Is het 5 over 12? Of is het pas 11:30? Dat we echt nog wel even de tijd hebben om dingen te veranderen. Daar hoop je ook voor 11:30 vanavond achter te komen. Nou, dat hoeft niet te zijn, want we hebben tot 12 uur. Dus ik ben bezig met een persoonlijke transitie. Ik heb sinds deze zomer zonnepanelen, maar ik rijd nog wel diesel. Ik wil weten hoe erg dat is in de loop van deze avond. En ik ben heel benieuwd of we weg kunnen blijven bij zweven. Dus dat we aan het eind van de avond hier nog 7 mensen over hebben die precies weten hoe het moet. Maar dat er dan totaal geen draagvlak is voor de ideeën die die 7 mensen hebben. Daar ben ik wel benieuwd naar in de loop van de avond. Mm-hmm. Mm-hmm. Femke? Heb jij een... Daar ben ik ook heel benieuwd naar, eigenlijk. Goedenavond. Ik hoop dat we feiten en fictie goed van elkaar weten te scheiden vanavond. Zodat we ook echt met z'n allen het gevoel hebben dat we wat leren. En ik hoop eigenlijk ook dat het een hoopvolle avond is. Er hangt natuurlijk rond klimaat en milieu altijd iets noodlottigs. Hè? Het is het afwenden van groot gevaar. Terwijl ik
er ook eigenlijk van overtuigd ben dat een duurzame samenleving een betere samenleving kan zijn. Maar daar zijn we nog ver van verwijderd. En ik hoop eigenlijk dat we ook dat er initiatieven langskomen, ideeën die dat dichterbij brengen. Mooi. Mooi. Ik zit met mijn rug naar u toe. Dat is niet persoonlijk bedoeld, want dan kan ik meneer Rotmans goed zien. Dus hij is veel belangrijker dan ik, dus kijkt u vooral naar hem als ik het woord voer. Hij is oprichter van onder andere Urgenda. Hij is hoogleraar transitiekunde. En we gaan deze avond beginnen met het gesprek over de vraag: hoe gaan we verandering tot stand brengen? Hoe gaan we dat samen doen? In de zin van, kunnen we met elkaar erover praten om daar te komen? En hoe moeilijk is het om transities tot stand te brengen? Hartelijk welkom. Goedenavond. Hoe gaat het met u? Ja, met mij gaat het heel goed. Ik heb het drukker dan ooit. Ja, dat is wel grappig, want ik heb me de afgelopen weken een beetje in u verdiept. En volgens mij bent u al heel lang bezig met dit thema. En, 32 jaar. Het lijkt mij zo vermoeiend. En dan bent u op uw zesde begonnen, hè? Nee. Dankjewel. Ja. Wordt het gewoon gehaald. Nee, helemaal niet. Om het wat te ontspannen, hè? Nee, ik moet eerlijk zeggen, voorgangers van mij die, zonder namen te noemen, de oprichters van de milieubeweging, ja, die werden toch wat cynisch en negatief. Nee, ik weiger cynisch te worden. Hoe komt ik ben dat? En blijf optimistisch. Maar waarom is dat bij u anders dan bij voorgangers? Omdat er ontzettend veel veranderd is in die 32 jaar. Ik weet wel dat ik in 1987 een presentatie gaf. Ik had toen een soort klimaatmodel ontwikkeld, image. Dat wordt nog steeds doorontwikkeld. En voor de Tweede Kamer. En toen zag ik die ogen van die parlementariërs. Het heette toen ook nog geen klimaatprobleem, het heette het CO2-probleem. Later werd het het broeikasprobleem en toen pas het klimaatprobleem. En minister Nijpels noemde dat toen ooit het CO-probleem. CO? Ik zei, nee, het is CO2. Hij zei, ja joh, die ene oog. In die tijd dus. Ja. Dus er is heel wat veranderd. Er is ontzettend veel kennis ontwikkeld. We weten heel goed wat we weten en wat we niet weten. En ik heb ook heel veel zien veranderen in de dingen van, nou ja, dingen die je vroeger moest uitleggen, waarom het nodig was en de urgentie. Dat is wel anders. Het gaat nu, ik heb 10 jaar moeten uitleggen waarom en toen 10 jaar wat en nu gaat het alleen maar over het hoe. Ja. Een beetje Lubachiaans. Hoe dan? Ja, maar het is ook zo dat we hadden Obama en toen was heel de wereld best hoopvol op dit punt. Toen kwam Trump en toen dachten we van, nou ja, we hadden bijna een regering waar GroenLinks in zat, maar dat ging weer mis. We hadden bijna een klimaatminister. Toen was er zaterdag Martin Sommer in de Volkskrant. Die zei, hou eens op met zo'n klimaatminister. U heeft altijd maar van die tegenstemmen. Ja, maar eigenlijk moet je blij zijn met die weerstand. Ik heb leren genieten van de weerstand. Ik heb 10 jaar meegemaakt dat er helemaal geen weerstand was. Er was 1 verdwaalde klimaatskepticus, professor Butsje van Leiden. Daar moest ik ook altijd mee in debat. Het zijn altijd emeritus hoogleraren, weet je wel. Dat zijn altijd scheikundigen of natuurkundigen. Nooit echte klimaatdeskundigen. Maar wees blij dat er zoveel weerstand is. Dat betekent dat het dus om iets wezenlijks gaat. Als je geen weerstand hebt, dan leeft het niet. Het leeft nu veel meer dan vroeger. Ja. En dat moet leren genieten van dat de weerstand. Dat vind ik wel echt uit ieder negatief ding iets optimistisch puren. Want ik bedoel, u bent oprichter onder andere van Urgenda. En daar zit het woord urgent in. Ja. Dus ja, het gaat. U bent optimistisch, er komt wrijving, geen glans zonder wrijving, dat begrijp ik allemaal. Maar ondertussen is het natuurlijk wel zo dat er urgentie is. Anders had u het niet Urgenda genoemd. Nee, het wordt toch wel nijpender, of zie ik dat verkeerd? Nee, kijk, er zijn 2 dingen die je moet scheiden. Er is ontzettend veel in gang gezet. Alleen de urgentie lijkt steeds groter te worden en lijkt toe te nemen. Dus de snelheid van urgentie is groter dan de snelheid van verandering. Dat baart mij natuurlijk wel zorgen. Ja, precies. Kijk, even op Trump terugkomend. Ik mocht medewerken aan het allereerste klimaatprotocol van Kyoto, 1997. Ik werkte toen 2 jaar bij de Verenigde Naties. Daar waren we dolblij mee. Dat ging om 5-10% minder CO2. Nu gaat het om 50-80%. Ik heb vanmiddag nog bij een glasfabriek uitgelegd aan de Amerikanen wat de impact is als Trump zich niks aantrekt van het klimaatakkoord. Nou, dan neemt de CO2-uitstoot met 10% toe. In Amerika, wereldwijd 1%, dat is significant, maar niet rampzalig. China stoot veel meer uit dan Amerika. Mm. China is veel belangrijker dan Amerika, India ook. Dus dat is de machtsverschuiving die zich aan het voltrekken is. Ook op dit gebied? Ook op dit gebied. Twee, ik ben vorig jaar naar de Zuidpool geweest. Ik liet plaatjes zien van Antarctica. Ik wilde daar altijd al naartoe. En ik kom met een onderzoeksexpeditie mee, maar dat duurde te lang. Dan ben je een half jaar onderweg. Dus ik heb 3 weken de tijd genomen. Ik heb daar echt bekende onderzoekers gesproken. En de tranen stonden in hun ogen. Die mensen die begrijpen niet wat daar gebeurt.
Ik was daar aan de rand van de Noordwestrand. Het was 6 graden boven nul. Dat kan helemaal niet daar. Nee. Er zijn 3 dominante pinguïnsoorten. Er zijn er 2 aan het migreren. Die gaan naar koudere gebieden. Kun je bijna niet voorstellen. Die mannen zeggen, wij meten van alles en we passen onze modellen aan. Dat deed ik ook al, mijn model. De metingen verrassen ons elke keer. Want het gaat, alle projecties die ik deed zijn achterhaald. Ik heb ze er nog eens op nageslagen de afgelopen week. Het gaat 2 à 3 keer sneller dan wij hadden voorzien. U was veel te optimistisch. Ik was te optimistisch, maar toen werd ik ervan beticht dat ik veel te pessimistisch was. Ik vertelde net, toen ik promoveerde op klimaatverandering in 1990, kreeg ik geen cum laude. Omdat mijn promotiecommissie zei, fascinerend onderzoek naar een probleem wat waarschijnlijk niet blijkt te bestaan over 25 jaar. Dat was de allereerste fles whisky die ik verwerde. Die heb ik ook opgehaald. Reden voor een klacht bij de universiteit alsnog? Nou nee, dat zou kinderachtig zijn. Ik bedoel, het was toen pionierswerk. Maar u zegt, ik heb gewet met iemand dat het wel degelijk een probleem zou blijken te zijn. Die persoon. Ja. En wilt u vertellen wie dat was? Kennen we die? Ja, zat hij in die, was dat de rector? Zat hij in die promotiecommissie? Het was niet Job Cohen, maar die was wel rector aan de Universiteit van Maastricht. Ja. Maar dat geeft dus weer aan hoeveel er veranderd is. En weer die verschuiving van het waarom, wat, hoe. Als ik toch even mag, hè, bedoel, u klinkt vooral heel wilskrachtig. We gaan het oplossen. Maar eigenlijk zegt u ook, de problemen zijn veel groter geworden. Ja. De urgentie is wat toegenomen. Maar de noodzakelijke veranderingen hobbelen er een heel eind achteraan. Ja, dus, maar wat mij dus deugd doet is... Uw wilskracht die neigt dan naar naïviteit, zou je bijna kunnen zeggen. Nou, je kunt mij van hoop betichten, maar niet van naïviteit. Kijk, het punt is, ik kwam vroeger elke dag in Den Haag. Want het was een onderwerp van de overheid. Mm-hmm. Ik kom zelden nog in Den Haag. Ik kom bij allerlei bedrijven. Ik stond 2 weken geleden bij IKEA. Wat is hun missie geworden? Om het klimaatprobleem mede op te lossen. Ik zie hetzelfde bij Tesla. Ik zie hetzelfde bij DSM. Dus het is echt iets van bedrijven geworden en van burgers. Die verschuiving helpt waarschijnlijk veel meer dan dat het van de overheid is. We moeten nu alleen grote klappen maken. De techniek is er al. Vanavond gaat het ook voor een deel over techniek. Dat is zonde van de tijd. Techniek is er nu al. He, natuurlijk worden zonnepanelen efficiënter en windmolens ook en biomassa. Daar gaat het niet om. Met de techniek van nu kunnen we het oplossen. Het gaat alleen om, hebben wij het organiserend vermogen om dat te doen? Kijk, ik noem 1 voorbeeld. Ik was bij een staalfabriek vanmiddag. Al 30 jaar lang wordt de energieintensieve industrie in Nederland ontzien. Al 30 jaar lang. Qua belasting bedoelt u? Nou, ook qua belasting, maar ook qua heffingen, hè, qua uitstootmaatregelen. Dat is de vliegtuigen, dat is de staal. Ik heb altijd gezegd, die transitie gaat pijn doen. Ik hield van de week een verhaal met Hans de Boer. Eigenlijk was het 1 verhaal. Hij zei precies dezelfde woorden. Hans de Boer als MKB. VNO-NCW. Alles staat in het teken van transitie. Maar nu komt hij. Dan ga je naar maatregelen toe. Ja. Noem ik 2 voorbeelden. Schiphol-discussie. Die leidde weer op afgelopen week. En ik hoor al 30 jaar het mantra Schiphol moet uitbreiden. Nou, Joep van Hek schreef een vlammende column 2 weken geleden. Uit het hart gegrepen. Stop nou eens met al die toeristische vluchten. En we hebben allemaal boter op ons hoofd. Jullie ook. Ik ook. Maar laten we dan ook zeggen, dat doen wij niet meer. We gaan Schiphol niet meer laten uitbreiden. Maar dan heeft u toch de politiek nodig. Dan kunt u zeggen van de burgers en de bedrijven. Ik heb niet gezegd dat de politiek niet nodig is. Maar als wij zeggen, uitbreiding van Schiphol, niet. Doen we gewoon niet. Dat is iets uit de oude tijd, van de oude economie. Maar wie is wij dan? Nou ja, wij, dat is degene die echt een duurzame samenleving en economie willen. Maar en dat, burgers en bedrijven kunnen dit niet samen regelen. Dan heb je politici nodig die normen stellen. Eens. En dat is natuurlijk de afgelopen 15, 20 jaar nauwelijks gebeurd. Dus er zit ook, hier verlaat je op bedrijven misschien, omdat de politiek niet meegaat. Ja, waarom gaat u niet met vaker Ik heb in al mijn publicaties verschillende redenen gegeven. Hè, waarom het in Nederland laat op gang is gekomen. En een van de pregnante redenen was dat er geen politiek leiderschap bij de grote partijen was. In Duitsland had je dat wel. Je had Herman Scheer, maar je had ook Joschka Fischer. En die konden ook in de kabinetten deelnemen, de Groenen. Dus die hebben direct invloed kunnen uitoefenen. En zij deden iets heel radicaals, ook met dat terugleventarief, feed-in. En het leuke is, in Duitsland is het heel controversieel. Het staat bijna elke week op de voorpagina's. Het is echt het thema energie en klimaat. In Nederland niet. Wij willen dat allemaal wegpolderen. Dus nu komt het erop aan. Maar die transitie gaat pijn doen.
Wij gaan met z'n allen veel meer betalen voor energie en klimaat de komende 10, 15 jaar. Maar dat begrijp ik niet, dat pijn doen. Ik bedoel... Een transitie zonder pijn is geen transitie. Ja, dat zal misschien zo zijn, maar misschien ben ik uit de veelste verwende generatie natuurlijk. Van na de oorlog was dat, het is allemaal alleen maar goed gegaan. Maar ik bedoel, zolang we Shell en allerlei grote bedrijven zo weinig belasten dat het erg lucratief is voor hun aandeelhouders. Ja, misschien gaat het, maar hoezo, daar is nog zoveel surplus. Ik bedoel, een beetje belasting heffen op onttrokken waarde aan de planeet, dan ben je toch al heel. Maar laten we het praktisch maken. Hè? Mm-hmm. Stel je voor, je wil van het gas af. Nou, ik weet nog dat ik 8 jaar geleden een rapport schreef voor het ministerie van Vrom om de huizen los te koppelen van het gas. De opdrachtgever, Arjen Dikmans, die schrok daar zo van. Die zei, Jan, dit is veel te radicaal. We stoppen het in de onderste la van het bureau. En ik hoop dat ik er niet mee te maken krijg. Ja, dus het gaat pijn doen omdat we niet zo'n maatregel durven nemen. Als dat heeft dus tijd nodig. Nou, iedereen heeft het nu over van gas los. Dan moet je een compleet nieuwe energie-infrastructuur gaan opbouwen. Decentraal, digitaal. Wij hebben berekend, voor Nederland kost 200 miljard. 200 miljard. Wie moet dat ophoesten? Bedrijven, overheden en burgers. Wij gaan dus meer betalen, hebben ze in Duitsland ook gedaan, in Denemarken, Zweden ook. Maar dat betaalt zich natuurlijk dubbel en dwars terug. Want? Nou ja, wij worden daar gezonder van. Hè? Wij krijgen andere bronnen van inkomsten. Dus je moet kijken naar het maatschappelijk rendement. Wat je daarmee. Dan noem ik één voorbeeld van gas af. Er zijn nog tal van andere voorbeelden. Ik was bij dat staalbedrijf, die pakken wij niet aan. Wij moeten nu gaan zeggen, de hele energie-intensieve industrie pakken wij aan. Wij stellen gewoon doelstellingen. Ze hebben de afgelopen 30 jaar een energieefficiëntie van 1% per jaar gehad. De doelstelling was 2 à 2,5. 1/3 van onze energie komt van die energie-intensieve bedrijven. De Rotterdamse haven produceert 20% van onze CO2. 20%. 8 bedrijven zijn daarvoor verantwoordelijk. 8. Dat zijn dus Shell, ExxonMobil, BP, dat zijn E.ON, tegenwoordig Uniper, AVR, 8 bedrijven. En al die bedrijven gaan meer geld betalen om van energie voorzien te worden. En ook wij burgers gaan substantieel... Ontkoombaar. Okay. Ontkoombaar. Welke percentages heeft u het over? Hoeveel meer gaan we betalen? Nou, in Duitsland is het verdubbeld. Afgelopen 10 jaar moet je hier ook op rekenen. Gewoon omdat een burger aan energie kwijt is, 2 keer zoveel in 10 jaar. Maar ook bedrijven, en die dreigden allemaal om weg te gaan. Die zijn niet weggegaan daar. Dat zijn vaak dreigementen. Maar we moeten door die pijn heen. Maar als u zegt onvermijdelijk. Ik zie het eigenlijk niet gebeuren. Als u met Hans de Boer praat, heeft u dan het gevoel dat hij bereid is zo'n belastingverhoging, belasting van vervuiling bijvoorbeeld, voor grote bedrijven te gaan steunen? Als het op maatregelenniveau aankomt, dan verschillen wij inderdaad van mening. Maar vroeger dan kwam ik Bernard Winkjes tegen en die zei altijd, Jan, niet te snel hè. Het gaat om de BV, niet te snel jongen. Ik ben het met je eens, maar we drinken nog een borrel. Hans de Pooij vindt dat het ook snel moet. Maar dan kom je op het niveau van maatregelen en zo gauw je het over heffingen hebt. En wij hebben als hoogleraar, ik heb bijna 100 hoogleraren gemobiliseerd eerder dit voorjaar. Ik dacht dat het kabinet iets eerder zou komen. Komt eraan. In april hebben wij gezegd, dit zijn de maatregelen die voor de hand liggen. Want we weten namelijk precies wat we moeten doen. Er is vanavond geen één maatregel die genoemd wordt die ons kan verbazen. Geen één. Ik heb ze allemaal voorbij zien komen. En de allerbelangrijkste is CO2 een prijs geven. Zolang wij CO2 een prijs geven. Okay. We hebben ooit een CO2-belasting ingevoerd bij Schiphol. Dat was zo'n succes dat het aantal vluchten afnam. En toen zei de KLM en Schiphol, ja, maar dat is niet de bedoeling. Nee. Binnen een jaar werd hij teruggedraaid. Ja. De meest succesvolle lobby is de luchtvaartlobby in Nederland. Okay. Je moet CO2-heffingen en op grote schaal, daar ontkomen we niet aan. En Zweden heeft het namelijk 10 jaar geleden gedaan. Eén groot succes. U benadrukt heffingen. Dat het eigenlijk onvermijdelijk is. Je kan als tweede soort van maatregelen kun je zeggen, je moet normen stellen. Sommige dingen verbieden, andere dingen toestaan. Dat zijn allebei waarschijnlijk de meest effectieve soorten maatregelen, maar ook de minst populaire. Ja. Moet je niet veel meer verwachten van stimuleringsmaatregelen, het ondersteunen van alternatieven? Nee, ook. Hè? En dat hebben we heel lang gedaan. We hebben werkelijk miljarden aan subsidie vergeven. De laatste jaren ging dat ten aanzien van die windmolenparken best goed. Daardoor duikelden de prijzen ook enorm. In de regio Rotterdam-Den Haag ben ik nu bezig met een investeringsplatform.
Dat is een soort platform wat doorbraakinnovaties aanjaagt. Bijvoorbeeld voor de biochemie, hè, dat we echt naar bioraffinage overgaan. Dus je hebt, dat zijn geen rendabele business cases. Om dat aan te jagen, moet je dat inderdaad tijdelijk steunen. En dan wel zo lang dat het een, wat wij noemen, bankable business cases wordt. Maar tegelijkertijd, het is en-en. Kijk, de tijd van leuke dingen, leuke maatregelen, alleen maar stimuleren, die ligt echt achter ons. We hebben nog 20, 25 jaar. Ja. Als we nou weer door die pijn, hè, als we er weer langs gaan met het nieuwe kabinet, ja, dan blijven we dus het sukkeltje van Europa. Mag ik even vragen? We hebben nog 20, 25 jaar. En dan? Wat bedoelt u daarmee? Ja. Want hè, dit is natuurlijk zo noodlottig. Nee, dat is niet noodlottig. Wat gebeurt er? De science 20, is solid. Dus toen ik ermee begon, 30 jaar geleden, hadden we 20 fundamentele onzekerheden. Dat zijn allemaal terugkoppelingen, hè, bio, geochemische, geofysische. Ik zal jullie het besparen, maar ik kon er maar 10 kwijt in mijn model. Sommige versterken het klimaateffect, andere zwakken het af. Maar de meeste versterken het. Toen hadden we er 20, we konden er 10 oplossen, nu 15. Er blijven er nog 5 fundamenteel over. Maar de zekerheden nemen ook toe. Dus dat geeft aan dat wat wij toen hebben beweerd, het aantal extremen gaat toenemen. Met name in de kwetsbare gebieden. Wie zijn het meest kwetsbaar? De mensen die rond de Evenaar wonen. Daar wonen ook de armste mensen en de poolgebieden. En wat gebeurt er over hen binnen 25 jaar? Dan krijgen we dus een soort van klimaat, zoals wij het noemen, dangerous climate, waar wij de gevolgen niet goed van kunnen inschatten. Dat betekent een significante toename van orkanen, een significante toename van overstromingen, van droogtes. Wij verwachten dat het aantal vluchtelingen daardoor 2 à 3 keer groter wordt dan nu. Er zijn nu 65 miljoen, wij verwachten 250 miljoen. Ben je nog hoopvol, Femke? Over 20 jaar. Nou ja, dat is die urgentie. En die kan ik niet genoeg benadrukken. Daarom zeg ik, met Urgenda hebben wij ook een rapport gemaakt. Als we echt willen, kunnen wij in 2030 dat klimaatprobleem hebben opgelost. En als we het niet doen, willen we dus niet echt. Dan moeten we ook eerlijk zijn. In dit 10 jaar. Maar u zei het heel interessants, vond ik. U zei, kijk, de techniek die is er eigenlijk allemaal al. Ja. Hè? Dus zelfs zonder, er gaat van alles uitgevonden worden de volgende 10 jaar. Alle discussies gaan maar over die techniek. Zelfs zonder dat zijn we er eigenlijk al. Ja. En nou moeten we het nog georganisatorisch voor elkaar kunnen krijgen. Wij kunnen alle huizen in Nederland energie-neutraal maken. Maar dat van het gas af met de techniek die er nu is. Maar we zijn kennelijk, onze organisatiedeskundigen en wij zelf en onze aansturingsmechanismes, en daar is de politiek er één van, en onze eigen psychologische gestelde, is kennelijk niet in staat om dat te gebruiken om het voor elkaar te krijgen. Nou, zijn er landen die veel verder gaan. Ik noem Scandinavische landen, Denemarken, Zweden, hebben een andere uitgangspositie dan wij, dat is waar. Wij zijn een van de meest fossiele landen van Europa, dat is waar. Maar Duitsland is eigenlijk nog fossieler qua energiemix, maar heeft wel politiek leiderschap, durft wel radicaal te zijn. Dat polder heeft ons lang in de weg gezeten. Duitsland, CO2-uitstoot in Duitsland is niet gedaald de afgelopen jaar. Nee, maar dat komt dus omdat ze nog steeds heel veel bruinkool en steenkool opwekken. Ja. Dus ze hebben qua stroom radicaal veranderd, maar niet qua warmte. Nee. En energie gaat over warmte. Wij hebben het altijd maar over wind en zon, maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Oké, ik heb net zonnepanelen. Had ik niet moeten doen. Nee, je kunt beter je huis laten isoleren. 80% van jouw energie gaat over warmte. Isoleren is veel effectiever dan zonnepanelen. Daarmee wil ik niks afdoen aan het belang van zonnepanelen. Ik heb ze zelf ook. Een beetje wel. Maar mensen begrijpen dat niet goed. Dus dat hele energieakkoord ging niet over energie. Het ging over windmolens. Maar het ging niet over gas. Nou horen we jou. Zeg maar jij. Jou, al 32 jaar. De urgentie is altijd aanwezig. Je bent de enige niet. Hè? Er zijn grote groepen mensen die wijzen bij herhaling op wat ons te wachten staat als we niet ingrijpen. Wat is voor jou de belangrijkste verklaring waarom wij dat niet doen? Nou, waarom we het niet doen is omdat anders dan eerdere problemen, zoals de verzuring en de vermesting, raakt dit aan onze levensstijl. Alles wat wij doen is gebaseerd op koolstof. Deze tafel is gemaakt van koolstof, deze stoel. Alles wat wij doen, dus wonen, werken, reizen, is klimaatgerelateerd. En eerdere problemen konden we vooral technisch oplossen. Dit kunnen we niet alleen technisch oplossen. Dit is deels techniek, maar ook deels levensstijl. En dan moet je net in Amerika zijn, waar ik een paar jaar heb gewerkt en gewoond. Je mag overal aankomen, maar niet aan de levensstijl.
Kijk, en daarom niet, moeten aan wij... niet aan de ijskast en wat erin staat. Nee. Zeg maar, en de, ja, ik heb daar gewoond en er stond gewoon 2 jaar lang permanente airconditioning aan. Ja. Of het nou november was of april. Ja, maar er zijn tegelijkertijd ook voorbeelden van staten, bijvoorbeeld waar plastic afval, California, plastic verpakkingen heel vergaand verboden zijn. Waar dus blijkbaar wel politieke moed is die op andere plekken weer ontbreekt. Kijk, maar Femke, die urgentie, als we hier over 10 jaar zouden zitten, heeft niemand het meer over de urgentie. De urgentie kruipt in ons. Nog een paar van die orkanen helpen enorm. Disciplineren behoorlijk. Nou ja, er is geen unieke causaliteit tussen de frequenties van orkanen en klimaatverandering. Maar wel tussen de intensiteit. De heftigheid. Ja. Want klimaat, ja, en ook de impact. Want orkanen die drijven namelijk niet op wind, wat iedereen denkt, maar op waterdamp. Dus hoe groter de verschillen worden tussen de temperatuur in het zeewater en de lucht, hoe heftiger die orkanen worden. Irma en Harvey zijn uw vrienden. Nou ja, dat klinkt misschien een beetje ironisch, maar dat is wel zo. Kijk, ik zat net een stuk te lezen. Maar mag ik daar een vraag bij stellen? Die naar de Noordpool zijn gegaan. Ja. Die CEO's hebben gezien, net als ik op de Zuidpool, wat er daar verandert. Heb je die documentaire gezien op Spitsbergen? Die mensen die daar leven en elke dag er last van hebben. Erover praten is 1, erover denken is 2, erover schrijven is 3. Als je het zelf ziet, dan pas drinkt het door. En dat is waarom je... Eigenlijk zouden we massaal... Als ik plaatjes zie van die CEO's in Spitsbergen, daar word ik dus koortsmisselijk van. Daar staan dus de mannen, voornamelijk, de mannen die dit allemaal... Helaas, mannen. Pol en aad roepen. Verdorie, allemaal voor elkaar hebben gekregen dat we hier... Weer een pingwinden. En die staan daar een traan weg te pingwingen, te pinken. Over. Het zou niet nodig moeten zijn, maar het is wel zo. Ze hebben sindsdien wel maatregelen genomen. Ja, dat is waar. Ze hebben maatregelen genomen. Ik was erbij en het deed mij heel weinig. Ik vond het prachtig daar. Het is heel mooi op Spitsbergen. Ja. Maar als je daar maar 1 keer komt, dan zie je niet dat het veranderd is. Dus als de altraantjes wegpinken... Je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Nee. Dat vond ik zo raar. Ik zat te lezen van die CEO's, die keerden terug bij hun bedrijf. Ja? En die hebben echt mensen aangezet om het openbaar vervoer te... Hadden ze van tevoren al bedacht? Zij zeggen dat niet, hè? Ik ga ervan uit dat het zo is. Mag ik een andere vraag nog stellen? Even naar aanleiding eigenlijk van je opmerking, de wal zal het schip keren. Ja. Dus orkanen, de toename van vluchtelingenstromen. Ja. Er is een fantastisch voorbeeld van de ExxonMobil, dat schip dat voor de kust van Amerika schipbreuk leed. En een enorme olie. Die was het. Ja, met die zeeoppositie helemaal verdronken dat heeft honderden jaren milieuravage heeft het opgeleverd. Maar de economische groei die het heeft opgeleverd overschrijdt de schade die het heeft opgeleverd. En dat het bij... Nou, dat is dus het ingewikkelde. Je ziet dat de slachtoffers van rampen zijn vaak de economisch meest kwetsbare mensen. Ja. Terwijl bedrijven ook profiteren van rampen. Dus de veronderstelling lijkt mij rijkelijk optimistisch dat rampen, een toename van rampen, leidt tot een nieuw collectief bewustzijn. Nee, dat is niet waar. Kijk, 1, de dysfunctionaliteit van het economisch systeem is inderdaad bizar. Want hoe meer rampen, hoe groter het BNP. Ja. Dus, en dat vinden economen dan ook voordelig. dat is echt bizar. Nee, maar hoe meer auto-ongelukken in Nederland, precies. Hoe beter het hoe is. Hoe meer voor... de economie stijgt. Ja, zeker. Ja. Maar goed, dat is een weefout. Ja. Ten tweede, kijk wat je ziet. Ik kom steeds vaker bij die bedrijven. Die hebben steeds meer last van de maatschappelijke druk. Alle discussies bij bedrijven gaan over impact. Zo'n 2 weken geleden een heel groot stuk in het Financieel Dagblad. Wat ik interessanter vind dan bijvoorbeeld andere kranten. Want dat gaat echt over het hart van de financiële wereld en duurzaamheid. Steeds meer beleggers zijn geïnteresseerd in impactbeleggen. Niet alleen duurzaamheid, maar ook de sociale kant daarvan. En er komt een generatie aan, de jongeren. En ik wil het niet doorschuiven, want ik zal er alles aan doen voordat het is. Ik ben niet een van degenen die zegt mijn kinderen gaan het oplossen. Integendeel. Mijn kinderen zeggen wel van 20 en 24... Stop nou eens met dat gelul. Weet je wel, wij gaan het doen. Waarom hebben jullie het niet opgelost? Waarom hebben jullie 30 jaar verknald? Met al die poldermodeloverlegjes. Maar dan hadden ze dus een dictator gewild 30 jaar geleden. Want anders gaat het niet. Nee, het gaat heel democratisch. Kijk maar naar de landen die het wel doen. Maar dan, en duurt, de het regio's. Dan duurt het even. Dat hoeft niet. Dat kan tot een doorbraak leiden. Maar zij zijn dus fan van een Bojan Slat. Gewoon een student van 25. Die zegt, ik ga die plastic soep opruimen. En er komt een generatie aan die daar gewoon niet meer over praat. En die het ongewoon gaat die doen. En de urgentie zal ons werkelijk zo onder de huid kruipen. En dan komt mijn hypothese. Ik denk dat als het er echt op aankomt, dat wij al onze creativiteit en innovativiteit gaan aanwenden om het op te lossen. Denkt u dat? Want u kent vast ook dat
prachtige boek van Jared Diamond, Collapse. Ja. Waarin hij uitlegt aan een aantal case studies van maatschappijen uit het verleden. Hè, die niet in staat waren om zich op tijd aan te passen. De Vikingen op Groenland of het Paaseiland hun milieu uitputten. En met z'n allen kapot gingen. Maar hij onderschat het collectief, hè? Intelligentievermogen wat we hebben opgebouwd de afgelopen 150 jaar. En dat is niet te vergelijken met eerdere beschavingen. Kijk, wij hebben zo'n collectief intellectueel vermogen. Mm-hmm. Wij kunnen het oplossen. Mm-hmm. Als we het niet doen, dan willen we het dus niet. Maar toen ik begon met klimaatverandering, waren we bang voor de gevolgen van de ecosystemen en de aarde. Mm-hmm. Wij denken nu dat die aarde wel overleeft, maar wij bedreigen nu onszelf. En waar direct. Dit is een directe bedreiging voor de mensen. Ik vind het fantastisch dat u dat zegt. Dat geeft mij ook weer hoop. Namelijk, maar waar haalt u dat optimisme vandaan over het lerend vermogen van de maatschappij van de afgelopen 150 jaar? Waar zien we dat? Want ik zie ons nog steeds op die muur afrijden, zeg maar. Nee, maar kijk, ik weet nog wel dat ik lezingen ging geven. Ik heb toen in de beginjaren lesmateriaal met Shell ontwikkeld. God mm-hmm. beter met Shell voor mm-hmm. middelbare scholen. En die kinderen keken me aan, waar gaat het over? Tegenwoordig hoef je dat niet uit te leggen. Al die kinderen krijgen het op school. Mm. En dat is een gigantisch verschil. Dus we hebben drie trappen. Het bewustzijnsniveau is sterk toegenomen. Attitude is veranderd. Nu komt de volgende stap. Gedragsverandering. Dat is het moeilijkste. Daar zitten we nu middenin. Laten we dan iets concreter proberen te maken. Want u schreef een stuk met 90 collega's dit voorjaar inderdaad. De eerste maatregel was, geloof ik, benoemen minister van Klimaat. Ja. Die lijkt er te komen. Gefeliciteerd. Het is vrijwel zeker dat die komt. Ja. Ik zou het ook graag worden, maar ik mag dat natuurlijk niet zeggen. Want ik zit misschien bij de verkeerde partij. Maar dat is nou heel verfrissend dat iemand gewoon ronduit zegt, ik wil eigenlijk gewoon minister maar worden. Ja. Bent u lid van de partij? Ik wil niet politiek gebonden zijn. Maar het lijkt me namelijk een prachtige uitdaging. Okay. Als er nou één moment is waarop je het verschil kan maken... Is het nu? Is het nu. En wat gaat u doen? We doen even alsof u het... U wordt het. Jan Rotmans, uw nieuwe minister van Klimaat. Ja. Mensen, hier zit hij. Kijk. Ja. We hebben nog 5 minuten. Hier krijg ik weer last van. Ja. Daar gaat Twitter weer. En Facebook. Ja. Het geeft niks. Die gaan nu af. Ja. Ja. Allereerste wat ik zou proberen, CO2 een prijs te geven. CO2-heffingen. Tweede, heel snel van dat gas af. Dus ik zou massaal investeren. Kijk, een woning, bestaande woningen, die je nu gasloos wil maken, kost gemiddeld 50, 60, 70.000 euro. Eugena doet het iets goedkoper, maar die hebben een speciale techniek die niet voor alle huizen geschikt is. Dat gaan wij burgers niet doen. Nee, maar als we dat nu doen, net als met die windmolenparken, kostte ook eerst 15 cent per kilowattuur, toen 10, nu 5 en dadelijk nog maar 3 of 4. Dus die prijzen die dalen zo snel, over 5 jaar kan dat voor 30.000, over 10 jaar voor 10 of 20.000 maar euro. Maar dat is grappig, want een van ik het project van Nederland maken. Dus uw vierde maatregel uit uw plan is stimuleer de renovatie van bestaande woningen naar energie-neutrale woningen. Ja, ik zou het onderdeel van de hypotheekregeling maken. Dus dat je wordt beloond als je je eigen huis energie-neutraal maakt. Ik heb het ook gedaan, heeft me bijna een huwelijk gekost. Want ja, dat was in die tijd was dat een fiasco. Ik heb een paar weken in een hotel moeten verbrengen, een dag lag open. Maar nu kan het technisch en het redelijk goedkoop. Dus ik zou het in de hypotheek verwerken, maar ik zou het ook met een tijdelijke subsidie doen, à la die windmolenparken. Dat hebben we heel slim gedaan. Namelijk, je subsidieert het verschil tussen wat het kost en de marktprijs. Ja. Doe je tijdelijk en daardoor daalt de prijs zo snel dat na een aantal jaar is het niet meer nodig. Maar even, wij zijn gewone burgers, we hebben allemaal een huis van 3-4 ton. Wat kost het ons als we dat gaan doen? Als jullie er nu aan zouden beginnen, dan zou het nog 50.000, 60.000 euro kosten. Hoeveel subsidie geeft de minister van Klimaat Rotmans? Ik zou zeggen, het verschil tussen wat het kost en hoe je het kan verwerken. Hè, dus 20.000 wil ik erbij leggen. U legt 20.000 per woning bij? Ja. Zo, en dat mag het kosten? Ja, dat moet ook, zegt u. Jawel, maar dat levert enorm veel op. Qua werkgelegenheid? Ook, maar jij betaalt eigenlijk ook geen energierekening meer. Helemaal als we niet. Dat slim doen. Ja. Zie je, dus dat levert heel veel op. En dat moeten we dus weer verwerken. Het een werkt alleen op korte termijn en het andere op lange termijn. Volgens mij stond dit in het verkiezingsprogramma van het CDA, hè, deze maatregel. Nou, die hadden het over beter isoleren. Die hebben niet gezegd energie neutraal, maar energie zuinig. Dat is wel een subtiel verschil. Dat wil zeggen, je kan het nog met gas doen. Dat is nou juist de crux. Je kan een huis ook energie neutraal maken met gas. Er zijn ook bedrijven zoals Beeld voor jullie dat doen. Maar we moeten juist van het gas af. Okay. Dus de gaslobby is de krachtigste lobby in Nederland die we hebben. Krachtiger dan de luchtvaart? Ja, omdat we meer inkomsten uit gas... We hebben tijden gehad dat we per jaar 15 miljard verdienden aan het gas. Hè? Okay. Weet je hoeveel nu nog? Niet zoveel meer. 1,5 miljard nog maar. Precies, stinken ze weinig. Ik wil nog één vraag stellen. Je zei eerder, levensstijl
Ja. Is eigenlijk het allerbelangrijkste in het klimaatprobleem. Daar heb ik je als minister nog niet over gehoord. Hij is pas 5 minuten, je moet me even tijd geven. Ja, maar er had al zoveel maatregelen aangenomen kunnen worden. Maar vleesconsumptie, akelige maatregelen. Vind je dat dat moet gebeuren? Echt ingrijpen in onze heel prettige consumptiesamenleving? Onze comfortabele stijl? Op maandag verbod op vlees. Ik heb gezegd, er zijn heffingen nodig, belastingen. En je hebt stimuli nodig. Wat mij betreft, wat betreft leefstijl, over het algemeen blijkt uit onderzoek dat stimuli beter werken dan heffingen. Ik ben wel een voorstander van een vleestaks. Dat zal op grote weerstand stuiten van het CDA en alle andere boerengerelateerde partijen. Ja, ik vind eigenlijk dat je er ook landbouw bij zou moeten hebben als je dan toch klimaat doet. Ja, in feite is klimaat, energie, landbouw. Ja, want dat is misschien het slechte nieuws. Er komt de minister van klimaat, maar er komt waarschijnlijk de minister van landbouw ook terug. Hè? Ja, weet ik. Ja, dat is natuurlijk de lobby van het CDA. Maar één voorbeeld. Is dat slecht nieuws voor het klimaat, de minister van landbouw? In zekere zin wel. Kijk, als je 2 à 3 dagen per week geen vlees eet, een jaar lang, bespaar je net zoveel CO2 als dat je een jaar lang geen auto rijdt. Dat weten weinigen. Ja. Ik eet geen vlees. 2 à 3. Je mag lekker doorrijden. Daar kan je dus enorm op besparen. En die leefstijldiscussie, die moeten we wel aangaan. Het voordeel is wel dat het past binnen een algehele leefstijldiscussie. Er kwam een alarmerend rapport uit van het RIVM en SCP deze week. Hoe ongezond wij leven. De jongeren, die zitten 10,5 uur per dag stil. 10,5 uur per dag stil. Ja. Laten we dat bewegen hun duim op. En wat gaan wij doen? We gaan het Wilhelmus invoeren. We kunnen beter gymnastiek terugbrengen dan het Wilhelmus. Maar dat is aanzienlijk duurder dan het Wilhelmus. Nee, het betaalt zichzelf terug. Betere gezondheid. Dus investeren. Integraal denken. Ja. Wat dat betreft past het mooi bij gezonde leefstijl. Dat is dus ook klimaatleefstijl. Nou ja, de tijd is er rijp voor. Bent u hoopvol over het regeerakkoord? Nee, kijk. Het is jammer dat die vraag erachteraan komt. Nee, maar laat nou eerlijk zijn. Ik wil niet aan politiek bashing doen. Nee. Maar hoe lang zijn ze nou bezig? 6 maanden. Ik weet niet of jullie het er wel eens over hebben in je vriend- of kenniskring. Maar het gaat geruisloos voorbij. Ja. Het lijkt wel België, daar hebben ze 1,5 jaar geen regering gehad. Het ging eigenlijk beter dan toen hij er wel was. Ja. Want we geven ook minder uit. Nee, ik wil daar niet sceptisch over doen. En we hebben wel leiderschap. Maar je merkt aan alles, deze willen helemaal niet met elkaar regeren. Iedereen is al moe voordat ze beginnen. En dat is slecht voor het klimaat, zegt u? Nou ja, dat helpt natuurlijk niet om radicale maatregelen te nemen. Verzuring nemen. We hebben meneer Buma, die twijfelt nog net niet aan de klimaatveranderingstheorie. Nee. Maar ik weet niet wat hij wil, maar volgens mij wil hij terug naar de jaren 50. Okay. Maar ja, ik ben geen CDA, dat is duidelijk. Maar hoe dan ook. U bent van geen één partij, hoorde ik net. Nee, dus, nee. Het punt is, de druk komt vanuit de samenleving en de bedrijven. En als we nou een kabinet hebben wat op een paar onderdelen wel meewerkt, dan is het alweer winst. Dan gaan we een paar stapjes zetten. Het is bijna 7:15. U moet om 7:15 uw huwelijk redden in Rotterdam, heb ik begrepen? Ik zou naar een concert gaan. In de opera? Of in Capelle aan de IJssel. Ja. Of all places. Ja. Maar ik had hier graag langer bij willen zijn. Nee, maar het is heel goed dat u uw huwelijk gaat redden. Daar zijn we ook voor. Ja, dat heb ik een paar keer eerder moeten doen. Zeker in ieder geval. Ja. Dank u dat u hier was. Ja, graag gedaan. En nou rennen, hup. Ja. Jullie een fijne avond. Jan Hofman, hartelijk dank. Dankjewel. Femke. Ja, eigenlijk, we weten hoe de techniek werkt. We kennen alle problemen, hoeven we het niet meer over te hebben. Maar toch willen wij even stilstaan bij de wetenschap. Het lijkt ons toch handig als we wel met z'n allen overeenstemming hebben over wat het probleem is. En wat de grootste problemen zijn, waar we het makkelijkst iets aan kunnen doen. Appie Sluis, paleoclimatoloog. Geweldig galgjewoord. Wees welkom. Hi. Heb jij ook een beetje op geoefend, op dat woord? Ik heb het geoefend vanmiddag. Paleoclimatoloog. En Leo Meijer. Hi, je staat er al. Zou je deze willen nemen? Ja, hoor. Dag, zit u minder met de rug naar de zaal? Ja. Wees welkom. Welkom. Wij hoorden van de twee medewerkers die de gesprekken voorbesproken hadden, dat een van u had gezegd, wij kunnen het wetenschappelijk fundament onder de avond leggen. Dat zal ik niet geweest zijn. Maar Leo wel, hoor. Leo kan ook vast dan. Nou, ik zou zeggen, graag. Misschien is het aardig om daar gewoon eens mee te beginnen. Wat moeten wij in ieder geval weten? Oké, heel simpel. De aarde warmt op, dat is een feit. De menselijke invloed erop
is ook een feit, hoeven we niet meer ter discussie te stellen. De gevolgen, nou, Jan Rotmans heeft er al een hoop van de ellende die ons potentieel te wachten staat, of nu al merkbaar is in sommige gevallen. Ook dat is niet omstreden. Wat nog wel onduidelijk is en nog lange tijd zal blijven, is hoe ernstig zullen de gevolgen zijn. We weten dat de temperatuurstijging die we nu hebben waargenomen van een graad, die zet in principe door. We komen straks nog wel te spreken, denk ik, over het Parijsakkoord, waar dan wel afspraken zijn gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te... Maar je hoort bijvoorbeeld uiteenlopende schattingen. Hè? De ja. een heeft het over 1,5 graad of 1 graad en de ander over 4,5 graad. De afspraak gemaakt in Parijs, de aarde mag niet, over normen gesproken, mag niet meer opwarmen dan ruim beneden de 2 graden, ingewikkeld geformuleerd, en liefst niet meer dan 1,5 graad. En dat is zeg maar de afspraak waarop de landen elkaar konden vinden. Maar dat is een politieke afspraak? Dat is een politieke afspraak. Die is op zich niet... er zit wel een wetenschappelijk verhaal achter. Maar er is geen wetenschappelijke uitkomst. Nee, er is geen zwart-wit overgang. Opwarming? U zegt met een graad? Nou, kijk, dus er zijn 2 onzekerheden als het over de toekomst gaat. Ten eerste, hoeveel CO2 gaan we nog uitstoten als mens? Dat is 1 grote onzekerheid. En er zit ook nog steeds onzekerheid in de natuurkunde van het klimaatsysteem. Dus dat zijn 2 onafhankelijke onzekerheden. Wacht even, de natuurkunde van het klimaatsysteem. Dat is hoe ik werkt... ben een alfa, ja, en ik dus snap heel het. Graag. Dus hoe werkt het klimaat precies? En dus, hoeveel opwarming hoort er precies bijvoorbeeld bij een verdubbeling van de CO2-concentratie? Maar ik heb altijd, tenminste, ik begrijp altijd, als ik wat langer naar over lees, dat het klimaat zoveel factoren heeft en zo ingewikkeld is. En dan heb je die vergelijking van die vlinder in Japan, hè, en die doet een vleugelslag en dan krijg je hier een wervelstorm aan de andere kant van de planeet. En dat schijnt nog wetenschappelijk te zijn ook. Hè, en dan denk ik altijd, hoe kan je nou in vredesnaam er überhaupt iets van weten? Ja, dat is een groot verschil tussen weer en klimaat. Dat is een traditioneel misverstand dat het hetzelfde is. Het klimaat is in feite het gemiddelde van 30 jaar weer. Ja. Ja, als je het bijna correct wil zeggen. Ja. En dus, het klimaat aan zich is dus wat dat betreft makkelijker een verwachting over uit te spreken dan het weer op langere tijdschalen. Ja. Dus, maar wat hier over die onzekerheid waar het over gaat, we weten dus niet of een verdubbeling van de CO2-concentratie tot een opwarming leidt van 1,5 graad of misschien wel 4,5 graad. Dus dat is nog steeds een grote onzekerheid. Maar wat we wel zeker weten, is dat het leidt tot die opwarming. Maar weten we ook zeker dat de mens dat doet? Ik bedoel, want dat weten we het zeker? Ja, dat weten we zeker. En dat komt omdat als we kijken naar bijvoorbeeld de afgelopen eeuw, dan kunnen we de verandering die we nu zien, kunnen we niet verklaren zonder dat we CO2 meenemen in bijvoorbeeld alle modelsimulaties. Dus we kunnen de huidige weer, ook zelfs sommige weerextremen die we zien, die hadden 100 jaar geleden niet kunnen voorkomen. Nee, dus de mens heeft daar invloed op, maar u weet niet precies hoeveel, toch? Nou, waarschijnlijk zal het best... Daar zijn nog onzekerheden over natuurlijk. Maar ga ervan uit dat het klimaat normaal gesproken zonder CO2-uitstoot niet veranderd zou zijn. En nou even terug naar die bandbreedte. Daar begrijp ik niets van. Naar die brand... Nou, je begrijpt er niks van. Dus ik mag eerst eigenlijk. Hoezo kan het niet veranderen? Je hebt toch die schilderijtjes van Aard van dat Neer, de kleine ijstijd in de 17e eeuw en zo. Ik bedoel, hoezo kan het niet veranderd zijn? Als het niet menselijk is. Dus dat is mijn expertise, dus de klimaatveranderingen in het verleden. Ja, dat is leuk. En dus, er zijn natuurlijk allerlei klimaatveranderingen, regionaal en mondiaal, door allerlei verschillende oorzaken geweest in het geologisch verleden. De kleine ijstijd is er daar één van, hè. Maar die werden niet veroorzaakt door variaties in CO2-concentraties, door iets anders. Maar wat we wel weten nu, is dat we de klimaatverandering van nu niet aan die andere factoren kunnen toeschrijven, zoals bijvoorbeeld veranderingen in oceaancirculatie of veranderingen in zonneactiviteit. Mm-hmm. Die kunnen we alleen verklaren met CO2. Okay. En CO2 heeft geen natuurlijke variatie? Op lange tijdschalen wel, maar in feite is de afgelopen 10.000 jaar de CO2-concentratie vrijwel constant geweest. Oké, maar als je langer kijkt... nu dus omhoog door met de raketsnelheid. Ja. Het punt wat ik wou benadrukken, wat we ook weten vanuit de wetenschap, is dat een bepaalde hoeveelheid CO2, daar krijg je hoe meer je in de lucht pompt, hoe hoger de temperatuur. Met die onzekerheid die Appie al noemde. Maar steekgetal, als we die limiet van Parijs willen aanhouden, dan is de vraag, is het 5 voor 12 of wat dan ook? 5 over 12, 10:30? Nou, dan is het eigenlijk 10 over 11:30. Oh, die had ik er niet bij. Niet 's nachts. Nee, helaas niet. Waarom? Die 1,5 graad, daar schieten we naar alle waarschijnlijkheid al overheen. Parijs zegt, laten we daarnaar streven. Hoe komt dat? We hebben nu al
een graad. Zelfs al zouden we nu stoppen met alle uitstoot van broeikasgassen, ja, dan eilt die opwarming nog een tijdje na, omdat de oceanen nou nog de aarde lekker staan, ja, te koelen. Maar dat is effect op een gegeven moment uitgewerkt. Er zijn ook nog een aantal andere factoren. Dus er komt er al een paar tiende graden bij. Dan nemen we nog Trump. En dan nemen we het feit dat de besluitvorming misschien toch wat minder hard gaat dan we altijd zouden willen. De Chinese economie erbij. Et cetera, et cetera. Dus dat we die over de anderhalve graad economische groei, die ook vrij desastreus is. Heen schieten is... Dat is eigenlijk al een gepast. Maar daarmee zegt u dus eigenlijk maar, ook dat Parijs niet gehaald kan gaan worden. Maar dat betekent niet dat je niet alle zeilen moet bijzeilen om dat toch te halen. Parijs is een norm. De wetenschap zelf geeft geen normen, daar is het wetenschap voor. Dus je moet op een gegeven moment op grond van allerlei onzekerheden, die Appie ook noemde, en risico-inschattingen zeggen, nou jongens, bam, dit is de grens. 50 kilometer per uur, niet harder, niet langzamer, dat is de grens. Dus dat kunnen we, ook wat Jan Rotmans zegt, in principe wel halen, maar, en dan komt er een heel ingewikkeld verhaal over een transitie en weerstanden en dergelijke. Die anderhalve graad, ik denk niet dat we dat gaan redden. Beneden de 2 graden wordt wel heel moeilijk. Wat er nu op tafel ligt aan plannen van alle landen bij elkaar, gemaakt in Parijs, leidt tot een opwarming van, met onzekerheidsmarge, van 3 graden. Kan misschien zelfs wel 4 graden worden. En dan, dus als er niet extra wordt geïnvesteerd in terugdringen van de broeikasgassen, gaan we af op een wereld waarbij gedeeltes onleefbaar worden en waarbij alle 10 plagen van Egypte over ons met 4 graden ben je daar wel, zeg maar. Ja. Ja, even het onderscheid tussen 2 graden en 4 graden. Ja. Wat betekent dat voor de wereld? Heel precies kan je dat niet aangeven, maar de risico's worden onevenredig groter. Om een hele belangrijke voor Nederland te noemen. Het Zuidpoolijs, waar ook al even over gepraat werd. Het is een beetje ver weg. Maar dat dreigt versneld van het land in zee te glijden. En daar hebben we ook grote ijsschotsen zien afbreken. Sombere scenario's geven aan dat de zeespiegelstijging voor Nederland wel eens niet 1 meter zou kunnen worden maximaal, waar we nu voor aangaan. Maar een kans van 5%, dus 1 op 20, van 3 meter in 2100 en counting. Want die zeespiegel die gaat nog een hele tijd door. De vraag is of wij dan niet zelf klimaatvluchtelingen worden. Dan hebben we dus over een wereld erbij ver over die 2 graden. Het is nogal een verschil. Ja. Het stijgt 1 meter of het stijgt 3 meter. Is daar wetenschappelijke consensus over? Waar komt zo'n getal vandaan? Er is wetenschappelijk consensus over de onzekerheid. He, dus dat is de onzekerheid is wat het is. Daar kan je over discussiëren. Ja. De marge. Dus de marge waarin, de marges zijn nog steeds enorm, helaas. En dat is, we hadden als klimaatwetenschappers graag veel preciezere getallen kunnen geven. Maar die hebben we niet. En sterker nog, we zijn nog steeds aan het leren over het klimaatsysteem. En zeker als het gaat over de Antarctische ijskap. Een hoogleraar in Utrecht, Michiel van den Broeke, doet daar heel veel onderzoek naar. En op heel hoog niveau. En dat laat alleen maar zien dat er steeds meer verrassingen zitten. Die eerder leiden tot een snellere of tot een grotere verandering dan een kleinere verandering. Zeker als het over zeeniveaustijging gaat. Dus als je kijkt naar ook de ontwikkelingen in de rapporteringen. In bijvoorbeeld het IPCC-rapport waar Leo ook bij betrokken is geweest. Dan zie je ook dat met name als het gaat over zeespiegelstijging. Dat de schattingen voor hoeveel zeespiegelstijgingen we gaan krijgen de komende eeuwen alleen maar omhoog gaan. Ja. En misschien daaraan toevoegen. Iedere onzekerheid betekent dus ook een risico. Dat houdt automatisch in. Ik kan geblinddoekt de snelweg gaan oversteken en dan is het echt onzeker dat ik kom te overlijden. Het kan best zijn dat ik levend aan de overkant kom. Dus ja, het is onzekerheid, dus waar zeuren we over? Dat zijn we in feite met klimaat aan het doen. Ja, maar het kan ook meevallen dus, want het is onzeker. Dat kan meevallen. Dat zou fantastisch zijn. Dus inderdaad, in het allergunstigste scenario kunnen we wel de temperatuuropwarming binnen 1,5 graad krijgen. Dan zullen we inderdaad CO2 moeten halen uit de atmosfeer. Nou, u heeft gezien wat voor problemen dat opleverde in Barendrecht. Ja. Ja. Dus, en dat zullen we dan maximaal moeten doen. En misschien is er dan nog een kleine kans dat we die 1,5 graad halen. Nou, dat zou fantastisch zijn. Ik ben helemaal voor. Hè? Maar dat is niet het hele dat is de minimale klimaatverandering die we zullen krijgen. Maar nog even terug naar dat vak. Hè? Paleoclimatoloog. Dus dan boor je in ijs. En dan vind je daar aanwijzingen. Laagjes. Ik las laatst dat in Canada er een hele voorraad gesmolten was van hun ijsgeboorde dingen en zo. Nou, een fascinerend vak lijkt me dat. En je komt ergens bij vulkaanlagen en zo. Maar toch nog weer even om dat wetenschappelijk fundament helder te krijgen. Ik heb al begrepen dat er ooit zat er ongelooflijk veel meer CO2 in de lucht. Dat was die tijd dat kolen ontstonden en de bossen, weet ik hoe groot waren, en de beesten allemaal heel groot en zo. En, gaat ook. Wisselt een beetje heen en weer en zo. Ja. Hoe zie je dat dan? Dus het leuke dat zo is, dat de CO2-concentratie ooit hoog is. Ik gebruik dat dus om te zeggen van oké, hoe werkt het klimaat toen?
En snappen we dat? Mm-hmm. En dus dat is wat ik doe. Dus ik kijk naar hoe zag het mondiale klimaat eruit, bijvoorbeeld in het Eoceen. U kent het nog wel van de aardrijkskunde lessen, ja. Weet je wel? Ja, ja, 50 ja. miljoen jaar geleden. Dat soort dingen. Toen was de CO2-concentratie nou misschien net zoiets als dat we verwachten voor het eind van deze eeuw. Hoe werkt het klimaat toen en snappen we dat met de huidige klimaatmodellen? Ja. Mm-hmm. En we komen daar steeds dichterbij. En we zien daadwerkelijk dat het klimaat er toen ontzettend anders uitzag. Er was geen ijs, er was het te warm. Dus het zeeniveau was 80, 90 meter hoger dan nu. Dat is ongeveer hoeveel ijs er nu in ijskappen liggen. Ja, best veel. Dus er liggen, als je hier in Amsterdam gaat boren, dan kom je op 3 kilometer diepte een laag tegen van het Eoceen, afgezet in een zee. En er stonden palmen langs de Noordelijke IJszee. Er was toen geen Noordelijke IJszee. Het is best een aanlokkelijk perspectief. Ja, dat is eigenlijk heel ook voordelen aan. En dus we proberen zo goed mogelijk met de klimaattheorie te begrijpen. Van, snappen we echt hoe die wereld toen werkte? En dat snappen we steeds beter. En we kunnen ook dat soort warme klimaten niet verklaren zonder die grote belangrijkheid van, zonder het grote belang van CO2 in dat klimaat toen de tijd. En dat kan dus inderdaad zo extreem zijn. En dat was ooit hier echt op aarde. Het is geen model, hè? Het was hier echt. En dat is het grote voordeel van die paleoclimatologie, dat het hier echt op aarde zo warm was door CO2. Moeten we dan niet vooral uitzoeken hoe we onder die omstandigheden kunnen leven, ja, in plaats van dat we alleen maar bezig zijn het tegen te houden? Absoluut, de CO2 is niet giftig, dus we kunnen gewoon leven met 1000 ppm CO2 in de atmosfeer, geen enkel probleem. Maar dan moet minister Rotmans hele andere dingen doen dan hij net zei. Nee, ik denk dat het precies gaat over die transitie. Dus het gaat erom dat we zometeen niet zozeer CO2 als gif ervaren, maar dat we een andere leefomstandigheid krijgen. Dat we hier een ander, we zijn nu al in een ander klimaat dan 100 jaar geleden. Mm. Dat moeten we ons ook realiseren. En dat zal blijven veranderen. Hier in Nederland kunnen we ons behoorlijk goed aanpassen. Maar kijk maar naar, kijk maar bijvoorbeeld naar relatief arme gebieden zoals Florida. Mm. Als we even advocaat van de duivel spelen, je zou ook kunnen zeggen, kijk, Bangladesh krijgt een enorm probleem. Er zijn een aantal eilanden die helemaal verdwijnen. Ja, je zou ook kunnen zeggen dat de Verenigde Naties een hele grote herschikkingsoperatie moet starten, waarbij mensen op andere plekken gehuisvest worden. Dit is precies dit is eerlijk gezegd precies waar mensen over nadenken nu. En dat moeten we ook op die manier benaderen als we wel over lange termijn beleid denken. Maar dan hoeven we onze huizen niet te isoleren. Ja, dan komt hij er met zonne-energie. Ontkom je niet aan. Hij baalt er nog van, hè? Ontkom je niet aan. Ja, we zullen ons sowieso moeten aanpassen aan klimaatverandering die al onvermijdelijk is. Je zei geloof ik van rijden op een muur af. Nou, dat is toch wel verstandig om te gaan remmen. En gelukkig is die muur waar die precies staat, dat weet ik niet helemaal. Maar toch een vraag. Is het nou wel een muur? Want als CO2 niet giftig is en we passen ons gewoon aan het veranderend klimaat. Nee, dan is het misschien. Het is beeldspraak. Het is beeldspraak. Het is niet zo dat als we over die 1,5 of 2 graden gaan, dat dan de wereld opeens in zijn geheel overkookt en vergaat. Dat zijn precies de doomsday-verhalen. Ja. Die mensen lam slaan en waar we net zo weinig aan hebben als het verhaal ontkennen en de hakken in het zand steken. Maar dat gevoel had ik net wel een beetje bij u beiden. Maar kijk, dus Al Gore zei het, hè, dus dat is toch wel iets aardigs als je die maatschappelijke discussie vergelijkt met de wetenschappelijke. Hey, Al Gore zei: our ability to live is what is at stake. Hè? Ja. En dat is niet, want CO2 is niet giftig. Je hebt een goede Al Gore in huis. Goed, hè? Ja, heel je hebt er heel lang op geoefend. Nou, ik vind wel dat je iets meer expressie hebt. Ja. Dus, maar dat is het wel. Hè? Dus die klimaatdiscussie is zo gepolariseerd dat je hoort allerlei heel rare dingen. Aan de kant van, over 30 jaar staan we hier in Nederland allemaal onder water. Nou, dat is misschien niet waar. Waarschijnlijk niet waar. Maar je hoort ook mensen die zeggen van, dat hele klimaatverandering is niet waar. CO2 heeft geen invloed op klimaat. Maar dat is niet waar de wetenschappelijke discussie is. Die er over ons uitgestort wordt, ook niet een van de redenen dat de weerstand, ook bijvoorbeeld tegen de wetenschappelijke inzichten, zo enorm groot is. Ja, en dat is dus het grappige, want die doomsday-scenario's worden dus als hetzelfde beschouwd als wetenschappelijke inzichten. Hmm. En dat is niet waar. Wat wij hier proberen te zeggen is, wat weten we uit de wetenschap? Niet wat weten we uit alarmistische rapporten. Ja. En het is nogmaals, het is een kwestie van risico. En als je dan naar de reactie erop kijkt, of naar de politiek, of naar de normen, better safe than sorry. Dus kan je maar beter gaan aanpassen. He, je wil niet dat die brug waar je overheen rijdt, dat je er doorheen klapt, of dat het maar een miljoenste kans heeft. Dus het is ook leren omgaan met risico's en onzekerheden. De wetenschap geeft een hele grote marge. Als je lekker zorgeloos bent en je lacht alle problemen weg, dan zijn er mensen die het doen. Nou, dan laten we vooral zo doorgaan als we mee bezig zijn. Nemen we dit probleem serieus, en daar zijn alle redenen voor,
dan moet je zowel die broeikasgassen aanpakken als je aanpassen. En dan nogmaals, het zijn dan misschien niet de 10 plagen van Egypte, misschien zijn het er maar 7, maar dat is wel ernstig genoeg om rekening mee te houden. Maar zou ik toch nog vragen om die plagen misschien eens, hè, en dan zonder de politieke doem die er overheen kan hangen, maar die is te schetsen. Hè? Ik bedoel, Nederland komt 3 meter verder onder de misschien. Misschien. Ja. Afrika, verdroging, Bangladesh, waar moeten we rekening mee houden? Hè? Stel, we grijpen niet in. Verdroging van de gebieden om de Middellandse Zee, Afrika en een gedeelte van Sub-Sahara-Afrika, voedseltekorten, watertekorten, grotere kans op migratieconflicten, etc. Het betekent een tekort aan smeltwater, bijvoorbeeld, dus net een verhaal verschenen over de Himalaya, waar grote hoeveelheden mensen afhankelijk van zijn voor hun drinkwater. Als die op een gegeven moment verdwenen zijn, dan levert dat dus. Dus heel veel van die problemen zitten in de voedsel- en watersector voor de mens. En dan geconcentreerd op bepaalde gebieden? Geconcentreerd in vooral laaggelegen, dichtbevolkte gebieden. Liefst aan de monding van een grote rivier. Dan ben je helemaal de klos. Ja. Dan heb je zeespiegelstijging. Je hebt in tropische gebieden ook nog de tyfoons of de hurricanes erbij. Je hebt overstromingen van rivieren. En meer landinwaarts kamp je met droogte. Maar zijn er ook gebieden waar het prettiger toeven wordt? Ja, gedeeltelijk in de gematigde zones gaan de landbouwopbrengsten in principe wat omhoog met hogere temperaturen en meer regenval. Dat zie je bij ons. In Nederland zou dat en een gedeelte van Rusland. Daarom vonden die klimaatverandering. Siberië of zo, kan ik me wel voorstellen. Alleen wordt dat meer dan 3 graden, dan zijn de schadelijke gevolgen groter. Overtreffen weer de positieve. Ja. Maar dus er is geen goed nieuws. Ja, en nog ook goed nieuws is, ook goed nieuws er gaan minder mensen dood aan de kou. En er zijn minder ouderen met longontstekingen. Maar dan gaan we misschien weer meer mensen dood aan de hitte. Dat kan ook wel. Dat is de andere kant van de medaille. Ja. Maar toch, als er nou de laatste tijd echt veel meer wetenschappelijk inzicht is gekomen. Jan Rotman zei dat ook al. Het aantal onzekere factoren zijn beneden. En jullie beschrijven dat eigenlijk ook. Er zijn een heel aantal dingen gewoon heel duidelijk. Ja, en er zijn zeker ook wel onzekerheden. Maar we hebben nu ook een wereldwijde commissie van wetenschappers die zich daarmee bezighoudt. Fijn, het wetenschappelijk inzicht schrijft voort. Maar aan de andere kant heb ik het publiek gelooft er minder en minder van. Dat weet ik niet. Ik denk dat er een heel. Ik merk in ieder geval op het moment dat ik. Ik geef veel lezingen. Mm-hmm. En het zijn vooral mensen die zich zorgen maken. En die ook last hebben van de vertroebeling van de maatschappelijke discussie. Er is zo'n enorme hoeveelheid ongecontroleerde informatie op het internet. Dat je als burger die niet een specialist is op het gebied van klimaatverandering ook niet weet hoe het zit. Maar mensen zijn over het algemeen heel erg geïnteresseerd juist. Wat is dan het echte verhaal? Wat staat er in het IPCC-rapport? En dat is alleen maar goed. En dus, wat mij zo ingewikkeld lijkt, want ik denk dat jij er ook een beetje aan... is dat... dit is eigenlijk volgens mij, klimaatwetenschap is de enige wetenschap die permanent, volgens mij, wordt gezien als politiek gemotiveerd. Ja. En dat lijkt me. Er zijn meerdere. In feite zijn het heel veel wetenschapsvelden die direct relateren aan een intensieve maatschappelijke discussie. Kijk maar naar vaccinaties en dat soort type discussies. Daar is klimaatverandering er ook een van. Maar dat leidt er bijvoorbeeld niet toe dat medici te horen krijgen. Oh, je bent zo'n linkser. Je bent zo. Weet je. Dat gebeurt absoluut wel. Ja, ik heb wel. Maar ook op die. Weet je, voordat we. Vast en zeker veel beter. Maar het ingewikkelde lijkt me wel dat je te maken hebt met volgens mij een vrij overtuigende wetenschappelijke consensus. En toch, want daar refereert Jury natuurlijk aan, ook een grote publieke achterdocht. Ja, maar daar zit ook. Dat is ook heel begrijpelijk. Want je praat over een probleem dat ver weg is en abstract. En ons brein is erop toegerust om te reageren op een direct gevaar en dan allerlei maatregelen nemen en zo'n storm. Ja, we moeten wat doen. Maar over een half jaar zijn we dat weer vergeten, want dan is er weer wat anders. Dus wij zijn als diersoort, dat is ook door psychologen goed beschreven, mentaal niet zo erg toegerust om met dit probleem om te gaan. We hebben geen lange termijn gen. En het is erg verleidelijk als je met een enorm groot wazig probleem geconfronteerd ziet om het of te ontkennen, dat bestaat niet, of met magische oplossingen te komen. We zijn in 2030 klimaatneutraal, vergeet het maar.
Magische oplossing, dat vind ik een mooie omschrijving. Ja, ja, magisch denken. Ja, absoluut. Ja. Nee, want dat deed ik als kind ook nog. Maar dat zei Rotmans net, dat het kon, 2030. Ja. Je wijst naar mij, maar ik was niet. En hij zat daar, en hij is weg, en nu doe ik het even. Nou, ik zeg het ook tegen hem. Daar kunnen we een felle discussie over voeren. Het is, waar hij wel volkomen gelijk in heeft, is het wordt een hele moeizame transitie die pijn doet, die geld kost. En, want ja, er is geen markt voor. Dat gaat met die smartphones heel makkelijk. En aan dat gas konden we vroeger geld verdienen. En dit gaat geld kosten en het is de moeite waard vanwege et cetera, et cetera. Maar het is een, je zou kunnen zeggen, het is een ongemakkelijke waarheid. Maar nou, één ding toevoegen, dat is één ding. We zijn als mensen niet goed in staat om dat lange termijn denken te doen. Maar het andere is echt die desinformatie op het internet. Dat is echt een ontzettend groot probleem. Dus als burger kan je niets beter doen dan de goede journalistiek lezen. En dus de goede kranten, de goede wetenschapspagina's, de goede wetenschapssite. Dat zijn de plekken waar je informatie vandaan moet halen. Want dat is in ieder geval wetenschappelijk gecorrigeerd en wetenschappelijk correct. Maar leidt dat ook automatisch tot ander gedrag? Heb jij geen diesel meer? Eet je geen vlees? Het is op een ander niveau. Dus ik denk dat mensen beter, op het moment dat mensen beter weten wat wel niet waar is, dan zijn ze ook beter in staat om fact en fiction uit elkaar te halen in de publieke discussie. En vanuitgaand dat mensen in hun levensstijl ook rationele keuzes maken. Nou ja, goede vraag. Maar mag ik dat dan aan jou vragen? Rij je nog diesel? Nee, ik heb geen auto. Eet je vlees? Ja, dat wel. Waarom? Ik vind het lekker, ja. Ik ben geen klimaatactivist. Ik ben klimaatwetenschapper. Ja, dit is wel goed voor je geloofwaardigheid. En dus als ik stop met vlees eten, dan ben ik niet meer geloofwaardig in de publieke discussie. Nee, ik zou toch nog wel... jullie staan wel echt onder druk, hè? Ja. Nou, ik vind dat is een goede vraag. Dat is een hele goede reden. We staan wel degelijk onder druk in deze discussie. En dat komt omdat die maatschappelijke discussie zo gepolariseerd is. Dus ik heb voor mijzelf de beslissing gemaakt om als klimaatwetenschapper me echt heel sec bij wat we weten en wat we niet weten te houden. En niet daarbuiten te gaan, geen normatieve uitspraak. Dat is op zich toch niet zo gek voor wetenschapper ook, toch? Dat vind ik ook. Maar kijk, in een veld dat niet zo maatschappelijk geladen is, dan is dat makkelijker omdat... Je hoeft er minder op te letten. Want je voelt wel de verleiding om dat te doen. Nee, ik voel ook niet de verleiding. Nee, ik denk als klimaatwetenschapper relatief neutraal. Okay. Maar zouden we misschien toch nog even terug kunnen gaan naar de wetenschappelijke commotie die er ook de afgelopen jaren is geweest. Voor een deel kun je dat wijten aan het niet hebben van een lange termijn gen. Een lange termijn gen. Jan Terlouw, jij zei dat ooit. Maar ik weet, in die periode was ik politicus. Ik heb me ook ongelooflijk boos gemaakt over het IPCC. Op een gegeven moment, met andere woorden... Boos dan? Nou, het gerotzooi daar, de slechte gegevens die naar buiten kwamen, de ruzie, de onduidelijkheid. Mm-hmm. Als je terugkijkt, hè, denk je niet dat er ook veel terrein verloren is geraakt de afgelopen jaren door eigenlijk onhandig opereren van wetenschappers? Ja, misschien is het iets voor Leo. Leo was namelijk deel van de IPCC'ers. Ja. Nou, ik was tijdens, het was wel grappig. Ik zat net tussen twee IPCC-banen in. En wat ze Climate Gate noemden, foutjes in het rapport. En het is geweldig geëxplodeerd. Heel slecht gemanaged door IPCC. Die hebben geweldig op hun flikker gekregen. De hele procedures en kwaliteitsborging is helemaal opnieuw in gang gezet. En dat heeft heel veel repercussie gehad voor de hele wijze waarop die rapporten tot stand komen. Wat nog steeds niet betekent dat als je boeken van 6000 pagina's maakt, dat het allemaal vermaakt is, dat er nergens een foutje in zal staan. Ja, maar wat wel aardig is als bewijs hiervoor, is dus als je kijkt naar het IPCC-rapport van 2007, ik ben niet bij IPCC betrokken, daar was dus een enorme reactie op van nou, er staan allemaal fouten in. En dat is precies dat. Dus een rapport van duizenden pagina's. Nou, er zijn toch een paar mensen die een paar fouten gevonden hebben. Nou, dat is belangrijk, moet gecorrigeerd worden. En na de publicatie van het IPCC-rapport van 2013-2014 is dat helemaal niet gebeurd. Er zijn geen grote hetzes naar buiten gekomen van er zijn wel fouten gemaakt. Integendeel, de rapporten van het IPCC 2013-2014 hebben de basis gelegd voor het Parijsakkoord. Er is daar 10 keer per dag naar die rapporten gerefereerd om te kijken van is wat wij doen, is dat enigszins te verdedigen op wetenschappelijke grondslag. Dus er zijn toen grote fouten gemaakt, vooral in de communicatie en het hele management. Dat is grondig herzien. Er zit nu trouwens over een compleet nieuwe ploeg met een andere voorzitter en andere spelers.
Dus ik denk dat die reputatieschade die heeft zich wel weer hersteld. Maar zou er niet ook iets kunnen spelen rondom zeg maar de wetenschappelijke consensus? Dat als je daarvan afwijkt, en ik heb ook wel eens rondgelopen op een universiteit, dat er is toch een zekere mate van groupthink bestaat ook in de wetenschap. En dan ontstaat er ook zoiets van, oh, maar wacht even, die heeft toch een echt... ja, onwenselijk standpunt. Hè? En dat kan gewoon een nieuw standpunt zijn. Hè? En we hadden hier laatst een wetenschapper, die heeft, een Nederlandse wetenschapper, die heeft nieuwe dingen ontdekt over de relativiteitstheorie van Einstein. En die merkte al, en dat is een neutraal onderwerp, want het is niet een onderwerp wat meteen... Hè? En die merkte al dat hij door collega's opeens met de nek wordt aangekeken. Ja. Dus ja, wetenschappers zijn net mensen. Ja, ja. Dat is nadeel. Nou, er zijn bepaalde in dat IPCC-proces bepaalde waarborgen voor om dat effect zo klein mogelijk te maken. Natuurlijk bestaat er zoiets als groupthink. Dat krijg je. En ook vooral mensen die het enorm met elkaar oneens zijn. Dus in zo'n auteursteam, afhankelijk ook een beetje over welke discipline het gaat, maar laten we zeggen dat het over de fysica gaat. Daar wordt gewoon over natuurkunde gedebatteerd en daar zit men elkaar ook in de haren. En daar moet dan een soort balans komen van hoe zeker weten we iets, hoe onzeker is iets. Dat gaat op zich eigenlijk nog wel redelijk waardevrij. Maar IPCC gaat ook over hoe pakken we het probleem aan? Wat voor maatregelen en wat kan je erover uitrekenen? Ja, dan sta je natuurlijk al met één been in de politiek. Daar komen dus eigenlijk ook vanzelf de normen en waarden van de auteurs boven. Ja. Hoe los je dat op? Nou, ten eerste door te zorgen dat je al die verschillende bloedgroepen om de tafel hebt. Dat je mensen uitzoekt die bereid zijn met elkaar te praten en niet elkaar met de nek aan te kijken. Want daarmee kan je geen rapport schrijven. Maar zou je dat niet moeten scheiden? Waarom? Nou, omdat je dan inderdaad een heel grote discussie krijgt over hij wil dat, dus dan zal hij misschien zijn gegevens daar wel aan aangepast hebben. Zou je niet een onafhankelijke dataleverancier moeten hebben en daarna een andere groep mensen die zegt van oké, als dat de data zijn, dan moeten we dit misschien doen. Nou, de temperatuurmetingen zijn onafhankelijk, want die hebben geen geloof. Ja, dat snap ik, maar wat je vervolgens moet doen, is een andere vraag. Ja. Nou ja, je probeert dus zoveel mogelijk diversiteit te maken, plus die rapporten worden wereldwijd 3 keer gereviewd, dus iedereen kan erop schieten en worden grondiger onder de loep gehouden, welk wetenschappelijk verhaal ook. En wat ze in feite doen is zeggen, nou, dit is wat wij uit de literatuur kunnen halen. Dit zijn de hoofdboodschappen, dit zijn de onzekerheidsmarges. IPCC doet zelf geen onderzoek. Die kijkt alleen wat er al gepubliceerd is. En probeert daar zo goed mogelijk met gebalanceerde teams ook gespleit over de hele wereld daar de hoofdboodschappen uit te halen. Beter kan je het niet krijgen. Misschien als laatste nog een vraag. Al in 2007 of 2008 zei Bill Clinton dat we een periode van fact-free politics ingingen. En dat begint onder Trump echt een tot leven marge te worden. Ja. Maar tegelijkertijd hoor ik u zeggen dat eigenlijk de invloed van de wetenschap op het Parijse akkoord veel groter is geweest. Ja. Dus daar zit wel iets hoopvols in. Ja. Is dat er eigenlijk in de internationale politiek wel naar u geluisterd wordt? Het is ook georganiseerd. He, want je hebt die rapporten en dan al redelijk onleesbare teksten. En dan zit er iemand uit een land, ja, die kan daar niet zoveel wijs uit. Er is heel veel georganiseerd in dialoog met de wetenschappers hier en de onderhandelaars daar. Presentaties en vragen stellen van ja, wat bedoel je nou? En kom nou niet met van die vage zinnen, wat moeten we doen? Hè? En ja, nou goed, dus daar is 3 jaar lang heftig aan gewerkt. En dat heeft er zeker toe geleid dat er onder Parijs een redelijk solide wetenschappelijke basis ligt. Maar ja, het is veel te weinig. Ja. Ja. Zit je dan op de wetenschappelijke basis? 10 over half 3. Nogmaals, de wetenschap heeft daar geen mening over. Dus als uiteindelijk de politiek en de samenleving besluit, we doen er niks aan. Ja, dan even goede vrienden. Maar daarmee heb je eigenlijk een prachtig bruggetje naar het volgende onderwerp. Nou, kijk eens aan. Want uiteindelijk, de politieke keuzes moeten gemaakt worden. En de wetenschap legt het fundament. Heeft u een beetje gedaan vandaag, maar ik denk dat u er nog uren over had kunnen praten. Ja, het is namelijk heel erg leuk. Ja, dat lijkt zich mij ook. Ja, maar dank u wel, allebei. Graag gedaan. Heel hartelijk dank. Veel dank. Dank je wel. Ik vind dat toch wel echt een opvallend inzicht inderdaad. Dat in de tijd van fact-free politics, het eerste wereldwijde akkoord... gestoten dat is toch, wordt dat aan de hand van een enorme signaal. Wetenschap. Ja, dat is echt heel opvallend, vind ik. Wat ook opvallend is vond ik van de opmerking van het gas af. Hè, dat zou je tegen iedere zelfmoordenaar moeten zeggen. Ja. Van het gas. Ik word er altijd een beetje onheimisch van eigenlijk. Ja, haal je hoofd uit die oven. Ja. Ja.
Maar daar moeten we dus ook naar andere energie, naar andere... ik praat even door tot een beetje de deur weer een beetje dicht is. Iedereen zijn bier heeft en zijn plekje heeft gevonden, is gaan zitten of binnengekomen is. Want we gaan naar de volgende tafel, de laatste tafel voor de pauze. Dus u heeft zo direct ook een pauze, hè? Ja. Gaat u gewoon ondertussen dan ook even zitten. Goed. Nee, we hebben... Misschien, hè, om... We hebben een tafel die gaat over toch veel meer praktische transitie. De initiatieven die er al zijn. Jan Rotman zei het ook net. De techniek is er. Hoe krijgen we het georganiseerd? Dus ik zou drie mensen aan tafel willen vragen. Een vertegenwoordiger van Current, energiebedrijf. Frits van der Laan graag hier aan tafel willen vragen. Ik heb hem nog niet gezien, maar volgens mij is hij er wel al een hele tijd. Dan zou ik Suze Gehem willen vragen van Rooftop Revolution om bij ons aan tafel te komen zitten. En Roeland Lelieveld van African Wood Grow. En ik heb jullie allemaal... Ja, ik ben hier. Dank je. Hallo, ik ben Thijs. Welkom. Dag, Thijs van der Brink. Welkom. Femke. Hey, en mag ik even tussendoor opmerken dat er een echte pauze is om 5:05? He, dus ja. Voor iedereen die eigenlijk al naar de wc moet. Het is te doen, volgens mij, nog even. Ja, dat is waar. En daarvoor is nog muziek overigens. Maar nu hebben we aan tafel een drietal tafelgenoten... die waarmee willen praten eigenlijk over... wat er, het werd net al gezegd, de techniek is er eigenlijk best al wel. Hè, maar hoe krijgen we dat georganiseerd en hoe gaat dat? Ik wilde inderdaad aan heel even kort beginnen even te schetsen wat jullie doen. Hè? Roeland Lelieveld, jij maakt in Afrika het African Wood Grow, dat is jouw initiatief. Wat zei je? Zonder N. Zonder N, zei ik dat? African Wood Grow, ja, dat is waar. Ah. Ja. En als je daar de plaatjes van ziet, hè, dan word ik in ieder geval ongelooflijk enthousiast. Daar zie je misschien, die hebben we hier ook. Ja. En ik heb ook foto's gezien van het gebied waar jij werkt, voordat je dus bomen plant. Huh? Ja, hier zijn al wat bomen geplant, maar dit is een stuk bij de rivier. Oh, ja, dat gaat beter. Goed in de ring praten. Ja. Dit is een stuk bij de rivier waar we onze nursery hebben. En dit zijn twee jongens. Die ene jongen die helpt eigenlijk iemand die voor ons werkt. Die jongen met dat grijze t-shirt die werkt voor ons en die ander die... werkt niet voor ons, maar die is hem aan het helpen. Ze zijn samen grapjes aan het maken en zo. Ja, want wat jij doet is eigenlijk gebieden weer zo inrichten met bomen, hè, voornamelijk, maar dan ook de landbouw eronder, ja. Dat ze weer functioneren en niet een droge woestijn zijn. Ja, ik wil eigenlijk die geërodeerde stukken land in de droge tropen rehabiliteren op een manier... waarop de lokale bevolking het ook accepteert. Dus dat er ook voor hun waarde aan zit. En wat bedoel je met waarde? Dat ze daar hun brood mee kunnen verdienen. Oh ja. Dus, dat het geen grote plantsoenen wordt waar iedereen naar kijkt, maar niets mee heeft. Ja, maar als ik gewoon een bos aanplant en het heeft natuurwaarde, dan is het lokaal niet zoveel waard, heb ik gemerkt. En mijn bedoeling is ook dat als we die bossen creëren, dat er door het verdienmodel, als we dat bewijzen, dat dan ook meer mensen het gaan kopiëren. En dat we zo, zeg maar, die ontbossing tegen kunnen gaan ook. Enerzijds door het op de markt brengen van hout. Op een duurzame manier. Waardoor er minder druk komt op natuurbos. Ja, dus op die... Ja. En even naar Suze Gehem. Jullie maken van de vele duizenden hectare daken... Hè, maken jullie tuinen, parken... Ja, dat klopt. In de stad, we hebben net al een aantal hele grote klimaatuitdagingen gehoord. Ik ben misschien wel wetenschappelijk geschoold, maar op dit moment vooral overtuigd dat wij met elkaar de uitdaging moeten aanpakken. En als je dan kijkt in de stad, dan heeft Amsterdam alleen al 12 vierkante kilometer aan platte daken. Alleen Amsterdam? Alleen Amsterdam. Mm-hmm. In Rotterdam is het 14,5 kilometer. En als je dan kijkt wat er groen is... Alle platte daken naast elkaar legt, zeg maar. Alle platte daken, ja. Dus het grootste braakliggende terrein van de stad. Ja. En de uitdagingen, bijvoorbeeld op waterberging, heftige piekbuien bijvoorbeeld, die zijn ook vooral in de stad. Dus als je dan gaat kijken naar de plek waar je dus oplossingen kan vinden, dan is dat dus ook het dak. Ja. Of het nou voor energieopwekking is of voor groene daken. En die potentie is enorm, dus daar zetten we ons heel hard voor in. Daar is enorme ruimte eigenlijk. Enorm.
En op dit moment ligt ongeveer de helft. Lukt het? We zijn nu met zo'n 40 projecten bezig. Van crowdfunding, bottom-up initiatieven, waarbij je eigenlijk de binnentuinen gebruikt om weer die groene long van de stad terug te brengen. Dus je hebt heel veel magazijnen die die binnentuinen eigenlijk versteend hebben. Mm-hmm. En als je dan kijkt naar de waarde van een groen dak, dan is dat meer dan alleen maar fijnstofafvanging. Dan gaat het ook over energiebesparing, doordat de koellasten van de ruimte onder dat dak enorm dalen. Omdat een bitumen dak heel erg opwarmt, maar een groen dak heel veel verkoeling zorgt. Maar wat is een groen dak? Een groen dak is een... eigenlijk hebben we er een plaatje ook van? Dat is wel een hele mooie... Nee, we hadden twee plaatjes. Ja, dit staat voor in Amsterdam. Minder, kijk, en nou, hier is groen. Ja, dus onze droom is echt dat er dieren planten, kunnen grazen. Gewoon planten, planten. Ja. Ja. Op het dak. En wat je dus eigenlijk kan doen, je kan een soort waterbassin creëren. Dus echt eigenlijk een soort zwembad. En daarbovenop kun je of zonnepanelen, die ook weer, nou dat water werkt ook weer verkoelend voor de panelenopbrengst, zeg maar. Maar je kan er ook een groen dak op leggen. En dat kan een sedumdak zijn, dus echt eenvoudige beplanting. Sedum zijn van die vetplantjes. Ja, hè, zo, en dat doet minimaal, hè, als je kijkt naar waterberging. En je kan er een hele enorme daktuin van maken. En maar dan wordt het een tuin. Die kan gebruikt worden. Dus als je dat in een kantooromgeving gaat doen. We zijn nu net begonnen op de Zuidas. Om daar 25.000 vierkante meter op een klein gebied te gaan aanleggen. Er liggen ongeveer 7,5. Die daken zijn niet van jullie, toch? Die zijn niet van ons. Dus nee. Je moet aanbellen en zeggen, mag ik wat met exact, die dak doen? Ja. Ja. Nou ja, we hebben het eigenlijk gewoon van de daken geschreeuwd. En we krijgen aanmeldingen. Letterlijk. Letterlijk. Uit het hele land. Het zijn mensen die uitkijken op een dak. Die normaal gesproken dus dan ook niet een dak zouden kunnen vergroenen. Maar door dat aan te melden, door dat op een crowdfunding platform te presenteren en vervolgens dus ook met alle belanghebbenden dat ook te gaan organiseren, krijgen ze hele andere impulsen dan dat de eigenaar, die vaak niet eens weet wat de situatie is. Nee. Want die ziet dat dak niet. Dat is een ontwikkelaar en er zit een huurder in en er kijken mensen en zijn, op uit. Zijn jullie een bedrijf of zijn jullie stichting? Een stichting. Ja, ik doe dus twee dingen. Want volgens mij staat in het boekje staat de Groene Grachten genoemd en hier staat de rooftop. Dus aan de ene kant zijn we echt bezig met vanuit de stichting heel grootschalig het daklandschap van Nederland verduurzamen. Aan de andere kant ben ik vanuit de Groene Gracht al 5 jaar bezig met vanuit het verduurzamen. Vanuit de Groene Gracht? De Groene Grachten, ja. Dat is een sociale onderneming. En daarmee verduurzamen we historische gebouwen. En als ik een plat dak heb en ik wil planten erop, moet ik dan betalen of komt u dat gewoon doen? Mensen moeten wel betalen. Okay. Kijk, uiteindelijk, ik ga niet die planten uit het bos halen en ik huur u in om mijn dak groen te maken. Het mooie is dus, normaal gesproken, als een dak 10.000 euro kost, was het voorheen zo dat dan de eigenaar 10.000 euro moest gaan neerleggen. En dan zou de huurder van bijvoorbeeld dat magazijn, die zou er een voordeel aan hebben, want die heeft die koellastenverlaging. En ontvangen jullie hiervoor subsidie of kan het zichzelf bedruipen? Onder andere, dus bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, die heeft baat bij dat waterbergende verhaal. Dus als je dus ook echt een waterbergend dak, krijg je meer subsidie dan als je een simpel sedumdak aanlegt. Die betalen ongeveer de helft in Amsterdam van de kosten. Dus dan zou 5.000 door de gemeente worden betaald. De overige 5.000, daarvan kan 3 komen bijvoorbeeld van zo'n vastgoedeigenaar. Er kan nog 1 of 2 van de huurder komen, want die heeft dat voordeel van die koellastenverlaging. De buurt gaat crowdfunding, die brengt nog 1.000 bij elkaar. En ineens heb je meer dan 10.000 en kun je er dus ook echt een eetbare tuin van maken. Ben jij een stichting of een bedrijf, dat Africa Woodgrow? Africa Woodgrow is een bedrijf en dan heb ik Forest Market opgericht in 2014 als een stichting. Mm-hmm. Maar als het een bedrijf is... Even naar current, zeg maar. Okay. Jullie zijn een bedrijf, energiebedrijf. Ja. Ja. En jullie... Stichting als aandeelhouder. Een stichting als aandeelhouder, oké. Okay. En jullie proberen een energiebedrijf te zijn wat louter groene energie levert. Het lukt niet helemaal, maar dat is... Ja, dat lukt helemaal. Dat lukt helemaal 100%? Ja, zeker. Oké. Okay. We zijn 3 jaar op rij uitgeroepen tot meest groene leverancier. Ja, meest groen geloof ik best, maar... Ja, we maar, scoren 10. Maar oké, okay, maar jullie, alle energie die jullie leveren is... Ja, die is 100% duurzaam. Heel even, en 100% duurzaam als in... Ja, Nederlandse wind of zon. Huh? Nederlandse wind of zon. Nederlandse wind of zon. Ja. Oké. Okay. Maar jullie zijn een bedrijf. We zijn een bedrijf. Ja, dus een winstoogmerk en je probeert een energiebedrijf te zijn wat wel meedoet aan de energietransitie. Ja, niet probeert. Misschien lukt het ook wel, maar... Ja. Ja, wij bestaan sinds 2014, of sinds 2014 als energieleverancier. Mm-hmm. Met als doel om net zoveel op te wekken als te verbruiken. Dus we willen onze klanten naar nul brengen. Ja. Dat betekent ook dat... Je wil je klanten naar nul brengen? Ja, of in ieder geval een evenwicht brengen. Dus je wil jezelf overbodig maken? Exact, ja. Okay. Dus dat betekent ook dat wij onze stroom en gas verkopen tegen de prijs waarvoor we het inkopen of zelf opwekken. En dus ja, geen marge hanteren op de verkoop van onze producten, maar alleen leven van het vastrecht. Dus dat betekent eigenlijk dat je stroom en gas krijgt gewoon tegen de prijs van de APX. Wat is de APX? APX is de energiebeurs.
wel dagelijks gehandeld wordt. Sterker nog, we hebben tegenwoordig een contract waarin een klant zelf kan bepalen wat de stroomprijs is. Dat is een slimme energiecontract. En dan krijg je als klant een dag van tevoren de stroomprijs van de APX doorgestuurd. En dan kun je zelf bepalen als om 4 uur 's ochtends de stroom heel goedkoop is om dan je wasjes te draaien. En als die s'avonds heel duur is, moet dan juist niet. Hoeveel klanten hebben jullie? Tegenwoordig ongeveer 150.000. Ja, ik ben klant. En ik wist dit allemaal niet. Oké. Volgens mij betaal ik elke maand gewoon een bedrag aan jullie en leveren jullie daarvoor energie. Dus ik hoef niks te betalen als ik niet wil. Begrijp ik dat goed? Nee, je betaalt elke maand. Mag je zeggen toch? Zeker, graag. Ja, je betaalt elke maand betaal je een voorschot. Ja? En dat voorschot is gebaseerd op wat wij verwachten dat je in een jaar gaat verbruiken. Ja? Tegenwoordig moet dat het maandbedrag genoemd worden. En aan het eind van het jaar kijken we of je daadwerkelijk verbruikt hebt wat we verwachten. Ja, en als ik meer gebruik heb, betaal ik gewoon bij, toch? Betaal je een stukje bij. Ja, dus dat net als bij alle andere energieleveranciers ook. Jazeker. Ja. Alleen, je begint je helemaal zorgen te maken. Je hebt al zonnepanelen op het dak, had niet gemoet, maar je had een tuin op het dak moeten hebben. Nee, maar in tegenstelling tot wat andere leveranciers natuurlijk doen. Kijk, er zit natuurlijk een groot probleem bij de traditionele leveranciers die leven van het feit dat ze zoveel mogelijk stroom en gas moeten verkopen. Hoe meer ze verkopen, hoe meer winst te draaien, hoe blijer de aandeelhouder is. En bij ons is dat anders. Wij willen in Nederland verduurzamen, wij willen die energietransitie versnellen. En dan is het belangrijk dat we onze klanten aan de ene kant helpen met opwekken. Nou, dat doen we op allemaal verschillende manieren. Maar aan de andere kant ook vooral helpen met besparen. Maar wat de gemene deler is hier volgens mij, dat jullie allemaal dus zeg maar die klimaatsverandering ook een mogelijkheid is om je bedrijf uit te bouwen. Ja. Ja, en ik denk als je het over duurzaamheid hebt, dan gaat het ook over dat je onderneming duurzaam is. En als dat betekent dat je continu aan een subsidie-infusie hangt, is het niet zo duurzaam in mijn optiek. Dat denk ik ook niet, nee. Dus, maar ik ben nog wel erg benieuwd, want ik ben eigenlijk even benieuwd naar het businessmodel dat achter jouw bedrijf zit. Want het lijkt me dat ook de omstandigheden waarin jij je werk doet het ingewikkeldst zijn. Dus hoe werkt dat? Oh. Nou, lang verhaal. Maar ik ben in 2010 begonnen met 20.000 euro. Een stuk geërodeerd kaal land gekocht, 8 hectare. Infrastructuur erop gebouwd. Een nursery opgezet, zeg maar een kwekerijtje voor jonge boompjes. Mensen aan het werk. Waar zijn we, welk land? Kitui, Kenia. Kitui. Dat is dus de droge tropen, iets meer dan 300 mm regen per jaar. Er wordt veel vee gehouden. Er is veel bos gekapt. Is het Noord-Kenia of zo? Nee, doet er niet toe. Nee. Het is gewoon, als je een lijn trekt tussen Nairobi en Mombasa, dan in het midden. Ah, oké. En dan links van het Savo National Park. Ja, en dan rechtsaf. Je hebt daar grond gekocht en toen? Ja. Nou, toen zijn we bomen gaan planten en... En toen hebben we nog weer een stuk grond gekocht en daar ook bomen geplant. En nu zijn we bij het derde stuk bezig met bomen planten. Maar wat ik niet begrijp, kan dat ooit commercieel uit? Ja, de bedoeling is dat toch? We. Dat is wat je... Ja, de bedoeling is dat we het hout zeg maar op de markt gaan brengen. Dat is mahonie. Ik heb een stukje in mijn tas zitten. Dat had ik eigenlijk hier op tafel moeten laten zien. Maar dat is goed hout wel, toch? Ja. Ja. En daar is heel veel vraag naar. Daar worden bossen voor gekapt om dat zeg maar te kunnen krijgen. Dus, Maar even, je plant bomen en je kapt bomen? We hebben nog geen bomen gekapt. Maar de bedoeling is wel dat we ook bomen gaan kappen. Maar waar komt je goede hout dan vandaan? Als we gaan kappen. Maar je hebt het nu al bij je. Ja. Oh, ja. Ja, nee, ik snap, ik heb, een stukje als voorbeeld. Wat het is. Hoe het eruit ziet. Het komt van één boompje wat al vastgekapt is. Nee, maar dat begrijp ik. Maar het idee is dus is dat je eigenlijk... gewoon een permanente bomenkweek is. Ja. Oké. Okay. Ja, we hebben gewoon een bosbouwproject. Bomen staan in rijen. Het zijn relatief kleine stukjes. We hebben de grenzen zijn heel divers aangeplant. Bij de rivier hebben we heel veel soorten aangeplant. Je ziet ook terugkeren allemaal vogels, hoornbeels, van die neushoornvogels. En we hebben op de tweede farm hebben we nou 2 antilopes.
sinds kort. Maar je neemt bijvoorbeeld ook de... Niet dat ik weg wil van de antilovers, maar... neemt bijvoorbeeld de werkgelegenheid ook toe. Want ik kan... De ontbossing ja, is natuurlijk een effect van ja. Bebouwing. Dat vond ik wel grappig om te zien. Want we begonnen zeg maar met 6 werknemers. En dan vervolgens zie je door die economische impuls... zie je dat er het dorpje dat is verplaatst. Zeg maar, het centrum was eerst hier en nu is het dichter bij de farm. Ja. En je ziet allemaal, die man is het land aan het opknippen... en er beginnen allemaal winkeltjes te ontstaan en zo. Er ontstaat een nieuwe gemeenschap ja. eigenlijk. En via de stichting hebben we ongeveer 30 boeren die ook meedoen met bomen planten. Ja, er trekken best wel vaak bezoekers naartoe. Die studenten die zeg maar een stage gaan doen. Of, En is dit nou een oplossing voor het klimaat? Of is dat, jouw ene stukje natuurlijk niet, maar is dit schaalbaar? Ja, het is heel goed schaalbaar en je moet ergens beginnen. Mm-hmm. En van hieruit proberen we zeg maar ook wat we willen doen is carbon capture and storage of agricultural carbon capture and storage. Alleen dan, uitleg alsjeblieft. Ja, dat is wat we willen doen is die bomen nemen allemaal CO2 op uit de lucht. En we willen de takken via pyrolyse willen we houtskool van maken. En dan de houtskool begraven en die houtskool houdt meer vocht vast. Dan doen we 2 kilogram houtskool per vierkante meter. En zo zeg maar sneller land rehabiliteren. Dan wordt het land weer vruchtbaar. Vruchtbaar. En dan, is en dan ook komen, zie je zeg maar dat er CO2 schimmel... opslag, zeg maar, tegelijkertijd. Ja, opslag. En dus dat idee van Jan Rotmans aan het begin, een prijs voor CO2. En Marcel, dat zou jou helpen met, met jouw initiatieven. Nou, ja. Want dan moet er voor betaald worden, zeg maar. Ja. En dan kun je per kilo kan je het gewoon wegen. Ja. En dat is 3,8... kilo CO2, zeg maar 1 kilo. En wat houd je nou tegen om dit heel snel... wat is de grootste remmende factor voor jou als met je bedrijf, met je vermoeden, om te groeien? Want je zou willen... als ik naar jouw site kijk en ik kijk naar je... Er zijn nogal wat plekken daar. Zou ik willen, ja, zou ik willen dat het 100 keer groter was? Zeg maar, of 1000 keer. Misschien is het wel het moment voor om dat te doen. En wat houd je... Wat is daar voor jou als ondernemer de remmende factor in? Waarom, zeg maar... komt dat omdat er niet genoeg opbrengst voor is? Of is dat... Hoe zou je het sneller groter kunnen laten groeien? Geen idee. Nee. Maar in ieder geval zijn we bezig met die... er is een groep bezig met die... om dat houtskoolgebeuren uit te werken. En die zijn ook bij het havenbedrijf in Rotterdam en Amsterdam... zeg maar aan het vragen van... willen jullie hier een paar miljoen in steken? Om in ieder geval te kunnen bewijzen dat we dat kunnen doen. Geld zou helpen om te groeien. Ja. Ja, uiteraard. Startkapitaal. Ja, want ik financier alles zelf en ik werk gewoon 40 uur in de week. En dan, dit is als hobby een beetje erbij. En kan je er nu al van leven? Levert het wat op? Nee, niks. Niks, oké. Okay. Oh, wacht even. Jij doet dit naast een andere baan? Ja. Oh, wow. Ja, ik ben... Wat doe je dan? Cultuurtechnisch toezichthouder ben ik. In datzelfde gebied? Ja, de groen in de stad. Dus ook met groene daken. Hier in Nederland gewoon? Ja, in Den Haag. Ik heb plantbomen in de turfmarkt. Ja, dan moeten we wel aan de slag, want er ligt 2,5 hectare in Den Haag, begrijp ik. Ja, ik ben ook ambitieus bezig geweest met groene daken en zo. En toen dacht ik, ga me weer focussen op Afrika. Er zijn gelukkig andere mensen die dat ook doen. Er is een hoop braakliggend terrein, hè? Ja. Ik bedoel, voor een ambitieuze ondernemer. Zie jij jezelf als een ondernemer? Ja. We zijn 5 jaar geleden begonnen met het duurzaam restaureren van een rijtje grachtenpanden. Met het idee, als we die grachtenpanden helemaal duurzaam krijgen, dan kan het daarna overal. Dat heeft 2 jaar onderzoek gekost. Als we het dan hebben over van, je moet in een versnelling komen, je moet ergens beginnen. Je moet dat ook zorgen dat je dat echt goed doet. En dat je al die verschillende dingen ook echt in de vingers hebt voordat je dan dat daarna ook op grote schaal gaat aanbieden. We zijn inmiddels met z'n 9e. We hebben zo'n 100 projecten gedaan in de afgelopen 3 jaar. Je ziet nu al een enorme spin-off komen. Daarbij is ieder historisch gebouw is anders. Ze werken bijvoorbeeld voor de Hermitage, voor kerken, voor forten, voor woningen. Dus het is niet alleen die groene daken, maar het is heel integraal. Aardgasloos maken van studentenverenigingen, van woningen, noem het maar op. Het blijft maatwerk historisch gebouw, maar ieder project geeft weer een stukje meer aan kennis. En doordat je dat steeds verder uitbouwt, kun je steeds meer... op schade. Dus het zijn allemaal hele mooie en hoopvolle initiatieven. Hè? Maar zo'n dakje. En dan denk je, de hele planeet gaat richting een smeltende ijskap. En dan doen we hier... Is dat
niet veel te weinig en veel te hobbyistisch, veel te klein? Het is natuurlijk een illusie om te denken dat groene daken de enige oplossing zijn om alle klimaatproblemen. Tuurlijk niet. Nee. Wat wij doen met de groene grachten ook niet. Tuurlijk is het niet genoeg. Ik wil veel meer. We moeten echt veel groter denken met elkaar. Maar ik doe wat we kunnen met het team. En we beginnen nu dus al met op veel grotere schaal. In plaats van een binnentuin van 1600 vierkante meter zo'n beetje. Naar in één gebied 25.000 vierkante meter. Als je dat slim gaat schakelen en je gaat daar met sensoren werken. En zorgen dat die tijdens die hevige piekbuien al dat water wordt vastgehouden op 25.000 vierkante meter. En vervolgens als het riool ontlast is en iedereen dus weer lekker met droge voeten in huis is. Het water vervolgens wordt vertraagd, wordt afgevoerd. Ja. Dan wordt het interessant. Want dan ga je op gebiedsniveau ga je kijken. Ja. Wat kun je bereiken? En wij zijn heel erg klein begonnen met 6 grachtenpandjes op een rijtje. Maar natuurlijk niet met het idee, we gaan voor de rest van ons leven een paar grachtenpandjes doen. Maar het is wel een hele mooie casus waar je alles tegenkomt. Namelijk midden in de stad, een plek waar niet zomaar al die nieuwe warmtenetten terecht gaan komen. Kijken, hoe kan je daar met een warmtepomp, met duurzaam isolatiemateriaal, met groene daken, met alle elementen aan de slag. En dan is de volgende uitdaging, het is ook weer geen illusie dat iedereen integraal, aardgasloos, 60.000 of misschien wordt het wel 20 of 30, gaat neerleggen. Ze zijn ook aan het zoeken naar manieren waar hoe kun je thema eigenlijk gerelateerd veel meer impact maken. Dus we hebben nu 1 aardgasloos studentenvereniging. Nou, daar lopen 900 studenten de deur plat. Die hebben 4 enorme warmtepompen op het dak staan. Die pakken de rest warmte uit de bierkoeling om weer een deel van de zalen te verwarmen. Ja, dus biertjes drinken is goed voor het milieu. Over de bierkoeling. Ja. Maar die spin-off daarvan is veel groter. Dus dan zoek je naar plekken, hetzelfde met de Hermitage, een museum waar heel veel mensen komen. Het Tropeninstituut, een plek waar heel veel bedrijven zitten en een heel groot museum zit. Wat levert het ook geld op of is het vooral voor... Ja, zeker. Ja? Bijvoorbeeld bij die studentenvereniging. Als je kijkt waar wij nu natuurlijk vooral op zitten, zijn projecten die bijvoorbeeld hun installaties moeten vervangen. Dus die vereniging had al een hele tijd hun mejaar onderhoudsplanning eigenlijk uitgesteld. Ze hadden gespaard voor hun onderhoud. Dat doe je als je een groter pand beheert. En door nu in plaats van conventionele installaties een duurzaam systeem aan te leggen. Ja. Die meerprijs die ze dus betalen, hebben ze binnen 10 jaar terug. Okay. En vanaf die 10 jaar gaat het dus teruglopen, die teller. Ja, dus eigenlijk is het een hartstikke goede investering. Ja, ja. Zeker. Ja. En natuurlijk is het ene heeft een langere terugverdientijd dan de andere. Maar je moet dus op die manier kijken. En, hoe komt dat dan? Dat was ook groot nieuws. Dat die studentenvereniging dat deed. Hè? Hier aan de Nieuwezijds Voorhof, Amsterdam. Ja. Parool pakte er groot mee uit en zo. En dat is dan ongeveer de enige. Hoe komt dan dat zo weinig gebeurt? Want het is dus eigenlijk heel verstandig. Nou, dat is niet helemaal waar. Want we hebben al een heel plan voor het USC geschreven. Daar zijn ze nu mee bezig om het uitvoeren. In Utrecht. We gaan nu aan de slag in Leiden met de studentenvereniging. We zijn met de landelijke eigen koepelorganisatie van alle verenigingen in Nederland nu een plan aan het maken. Hoe kunnen we zowel als er vervangmomenten zijn met die vereniging aan de slag, maar ook dus, hoe kunnen we gezamenlijk bijvoorbeeld een zonne-energieproject doen. Dus de hoopgevend van de toekomst, de studenten doen het allemaal wel, ja. Maar al die bedrijven, parken, treinen, je rijdt Nederland door, je komt langs al die stomme schoenendozen langs de snelweg en zo, daar niet? Jawel, we hebben ook wel eens een project gedaan. Heel groot, een heel bedrijf. En dan het dak gezamenlijk met alle aansluitingen. Dat er nog veel er moet heel veel gebeuren. Ja. Maar het mooie is, er zijn een aantal grote bouwers die zitten echt seriematig. Gewoon een hele blok voor blok aan de slag. Nul op de meter, stroomversnelling. Helemaal prachtig. Dat zijn allemaal aanpakken in Nederland. Die dus echt in één keer 100 woningen. Die allemaal zelf de typologie hebben pakken. Maar als je kijkt, alleen Nederland heeft al 1,5 miljoen voorhoogse woningen. Dat zijn dus allemaal van die woningen die een beetje anders zijn. Die, van die platte daakjes, zo een puntje erbij. En precies, waar je toch even over moet nadenken. En daar wordt niet zo... Dus dat is een beetje hetgene waar wij op zijn ingesprongen. Ja. Nou, ik ben wel benieuwd, waar zit jouw ambitie? Ik kan 150.000 klanten nu. Ja. Dat kunnen er natuurlijk 16 miljoen. Nee, hoeveel huishoudens hebben we? 7,5. Maar 7,5. Dat zal de eerste ambitie zijn. En dan? Ja, eerste ambitie ligt iets dichterbij. Laten we beginnen met 500.000. Dat is wel de ambitie die gesteld is voor de komende jaren. En van daaruit, hoe meer hoe beter. Kijk, onze ambitie is vooral om duurzaamheid. Dus in het beginsel van Nederland is dat vaak een kleine groep mensen die heel betrokken is. Het zijn mensen hier in de zaal, die weten er veel vanaf, lezen er veel over. Die zitten hier en zo, ja. 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 Onze ambitie is vooral om het wat toegankelijker te maken. Er zijn heel veel mensen in Nederland die hebben Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, er zijn, duurzaam gedrag kan heel duurzaam, maar het hoeft natuurlijk niet zo duur te zijn. Overstappen naar een groene leverancier, dat kunnen wij zijn, dat kan puur zijn. Dan zou zijn nog een paar andere leveranciers, ja. Dat is denk ik de grootste en de makkelijkste stap. Niet iedereen heeft geld voor zonder panelen. Nee, die is niet, dat is niet heel duur, want wij zijn pas overgestapt en jullie waren iets duurder dan waar we zaten, maar niet veel. Nee. Nee. Ik heb nog een andere vraag. Waarom sponsoren jullie in hemelsnaam Feyenoord? Ja, juist daarom. Echt waar? Ja, ik was lid geworden en een maand later werd bekend dat ze Feyenoord gingen sponsoren. Toen dacht ik, ik ben PSV-supporter, ik ben meteen weg. Ja, maar waarom doe je zoiets? Ja, dan moet je naar Energie Direct. Ja, nee, dat is helemaal niet zo vriendelijk. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ja. Maar waarom doe je dat? Nou ja, juist om wat ik net zeg. Kijk, we willen graag dat duurzaamheid heel toegankelijk wordt en voor iedereen toegankelijk is. En we hebben gemerkt de afgelopen jaren dat met heel veel marketingbudget het heel moeilijk is om te vergroten in naamsbekendheid. Volgens mij gingen we naar heel veel geld, naar naamsbekendheid van 1%. Nou ja, dat betekent dus dat 1 op 100 mensen met een beetje hulp je herkent als naam. Ja. Ja, wat is toegankelijker dan een van de grootste voetbalclubs van Nederland? Helpt het? Ja, het helpt enorm. Hoeveel mensen helpt het Feyenoord ook? Ja, wij sponsoren. Ja. Ze staan op een shirt. Ja, en we gaan stadion verduurzamen, we gaan Varkenoord verduurzamen. Heeft Feyenoord gewonnen laatst? Gisteren, doe maar niet. Oh, okay. Nee. Maar voor de bekendheid was het misschien wel, het is wel uitgezonden. Maar ik begrijp eigenlijk, nou begrijp ik het ook. Je zegt, wij willen eigenlijk ook dat allerlei mensen die niet zo ermee bezig zijn, dat wel gaan doen, want daar is de opbrengst natuurlijk hoger. Ja, dus die Feyenoord supporters, dat zijn niet de meest milieuvriendelijke types. Maar nou ja, die zitten er ook tussen. Gevaarlijk om te chargeren. Ja, nou ja, exact. Maar laten we daar maar even ons concentreren. Ja, vooral kijk, de mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om te verduurzamen, die weten of ons wel te vinden of onze concurrenten. Of die kopen wel zonnepanelen of die kopen een zonneboiler of die doen wat dan ook, zeg maar. Ja, maar bier drinken de supporters vaak wat minder. Nou, in de basis zijn die er misschien minder mee bezig of die hebben minder budgetten voor. Dus... en dan maakt het denk ik ook niet eens zo heel veel uit wat de motivatie is om over te stappen naar leverancier. Maar het is wel interessant. Hoeveel klanten heeft het opgeleverd? Tot nu toe een paar duizend. Een paar duizend? Ja. En het kost 4,5 miljoen? Dat weet ik niet. Oh, dat weet je niet. Ze bedrijfsgegevens. Jij zit echt snel te rekenen. Of dat is wel duur per klant. Ah, maar dat verandert nog, joh. Oké. Okay. Ja. Hé, hey, wat ik... fascinerend vindt, want eigenlijk zijn jullie ook bezig. Ik bedoel, behalve dat je gewoon een gezonde onderneming wil leiden, maar een mentaliteitsverandering voor te bereiden. Hè? Ik bedoel, Vindicat mag wel een hoop problemen hebben, maar ze gaan straks wel hun kinderen duurzaam opvoeden. Ja, dat klopt. Dat is wat je aan het doen bent. Ons marketingbudget is 0 euro. En wij doen projecten waar blijkbaar mensen zich in herkennen. Maar is dat principieel, dat jullie daar geen geld in stoppen? Ja, ik vind het niet nodig. We krijgen overal het podium als we een goed verhaal vertellen, blijkbaar. Als we relevante dingen doen waar mensen van denken... Hey, ik herken me in, ik kan hier iets mee, dan krijg je het podium. Dus hij had ook fijn dat hij niet hoeft te sponsoren. Nou, dat weet ik niet. Kijk, dit is een andere schaal alweer waar jullie in zitten dan waar wij in zitten. Er zijn bijna 50 leveranciers in Nederland... En het is natuurlijk heel lastig om je daar te onderscheiden, puur op basis van een verhaal. We hebben dat heel lang En het probleem is volgens mij dat er veel leveranciers zijn die zeggen dat ze groen zijn, maar het niet echt zijn. Ja, exact. Ja, de Consumentenbond doet elk jaar samen met Greenpeace doen ze een onderzoek naar de duurzaamheid van energieleveranciers. En daarna is het natuurlijk schrikbarend hoe de grote leveranciers, los van Eneco, hoe slecht ze scoren en ook niet verbeteren de afgelopen jaar. Ja. Weet je wat... Weet je wat ik zo opvallend vind? Roodmans die zei, er is een generatiewisseling. Dat, ik heb de indruk dat jullie iets jonger zijn dan ik. Niet dan jullie. Misschien niet veel. Ja, denk ik. Andere maar onder. Herkennen jullie je in wat Roodmans zei? Er treedt een nieuwe generatie aan. Hè? Dan zeg ik even, Roodmans en ik zijn van de praters en zo. Hè? Dus die altijd naar de politiek gingen en dan weer. En dat jullie zeggen, nou, we gaan het gewoon veranderen. We zijn het gewoon aan het doen. Heel veel dingen worden makkelijker, hè? Met het internet. Kennis is beschikbaar. Via WhatsApp praat ik met iedereen in Kenia, zeg maar. Je hebt straks... Hoe vaak ben je in Kenia? Drie keer dit jaar. Ik ga 1 november weer. Okay. En wat je ook hebt... ik geloof ook heel erg in het cryptocurrency, het digitale geld. Dat we niet meer afhankelijk zijn van de banken. Geen... Want nu, als je geld overmaakt, betaal je 30 euro per transactie. Dus voor 100 euro is dat 30 euro. Dat is best wel veel. Ja. En ja, als je een klein werk doet, dan heb je niet... Het stabiliseert op de geldmarkt, hè? Met name in Afrikaanse landen, toch? Ja, het maakt het gewoon eerlijker, denk ik. Maar het is mentaliteitsveranderingen. Maar het is bijvoorbeeld, je kan bij jou daar in dat gebied, in dat droge gebied, kan je voor 2 euro een boom laten planten. Dan
ligt eraan hoe je het doet. Als je het zegt vanuit onze stichting met de lokale mensen, dan is het iets duurder. Want dan zijn we ook bezig met te mobiliseren en het relatief kleine stukjes bos. Als we grote stukken aanplanten, dan het plant is dan €2 en dan je hebt zeg maar de economische groei. Of het ongeveer 10 tot 12 jaar, zeg maar, totdat je de boom kan kappen. Die tijd kost ongeveer €10 aan onderhoud. Ja. Ja. Zijn er wel mensen die dat doen? Die gewoon dat spontaan doen bij jou? Tegen van nou, ik doe mee? Ik heb één financier. Ja, ik zelf en meneer achter jou. Oké. Okay. Ja. Ah. Ja. Nou, we zien hier nog andere mensen. Ja, die willen dat financieren. Ja. Ja. Maar ik zie dus wel, als we het hebben over ondernemerschap in jonge generatie. Ja. Iedereen om me heen die bezig is, is bezig met toekomstgerichte duurzame ondernemingen oprichten. Of het nou gaat over in de horeca meer en de catering van grote bedrijven duurzame voedsel op de kaart zetten. Of het gaat over hoe kunnen we alle gevels, eigenlijk de raampartijen als zonnepanelen maken. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat soort. Ja. En dat zijn dingen die zijn al wetenschappelijk onderbouwd en die worden nu gewoon, die worden gewoon gemaakt. Ja. Dat kan, dat is echt gek. Ja. Ja. Echt heel veel gaande. Ja. Ik wil u na deze rondje praktijkgerichte klimaatproblematiek heel hartelijk danken. Alle drie. En veel succes wensen met jullie initiatieven. En ik wil blijf maar even rustig zitten. En ik wil even Lucky Fonds de derde aankondigen. Die muziek gaat maken. Hierna is het pauze. Na de pauze duiken we in de psychologie en de filosofie. Waarom is het toch zo ontzettend moeilijk om iedereen doordrongen te krijgen van noodzaak van klimaatoplossingen? Blijf even zitten. Het is een prachtig concert van een mooie kunstenaar. Daarna is er gelegenheid om wat te drinken, te eten en naar de zee te gaan. En dan beginnen we weer. Lucky Fonds, de derde. Voorvaders en aan hun voorvaders. En dan besefte ik, oké, die leefden in het water. Want in het water. Die zijn op een gegeven moment uit het water gekomen. En toen moest ik denken aan de stijging van de zeespiegel. En toen dacht ik van, oké, dat water komt nu weer terug of zo. En ik stelde me voor als een soort heel langzame achtervolging. Door de eeuwen heen. En toen. Nu heb ik gisteren daar liedje over geschreven. Ik wil het graag voor jullie zien. Water in de lucht. Water in mijn hand. Water door de straten. Water op het land. Oh, het water is gekomen. Voor stoppen is het niet laat. Het water kruipt in hoeken, waar het water wil, dat water gaat. Bouw je eigen boot, hang niet zo lang op of verzuip. Je bent nu nog gezond, je kan geen wet bedenken, geen soldaat of officier. Die zijn hand omhoog gaat steken om te zeggen, stop, niet hier. Vroeger moest je reizen naar de Mediterranee, bijvoorbeeld voor vakantie of om te verdrinken in de zee. Maar vluchten kan nu ook in ons kleine kikkerland. Want het water laat zich horen en het zingt hand in hand. Vroeger had je vissen en die kropen naar het land. Nu heb je de mensen en die staren naar de kant.
naar het koken van het water, naar het koken van de zee. En nu moeten ze terug met hun zwemdiploma B. Water in de lucht, water in mijn hand, water door de straten en water op het land. Oh, het water is gekomen, voor stoppen is het laat, want het water kruipt in hoeken. Waar het water wil, het water gaat, het water wil, het water gaat, het water, het water gaat. Dank u wel. Ja, en dan dacht ik in zo'n situatie, oké, wie gaat je redden, wie gaat je redden? En toen dacht ik, het celmeisje, misschien. Ken je het celmeisje nog? Laura Dekker. Laura Dekker, ik weet niet of je haar nog kende, maar 10 jaar geleden, denk ik, 8 jaar geleden, 9 jaar geleden. Ik zou wel door haar gered willen worden. Ook al is ze is wel laatst getrouwd al. Ja, dat kan. Ze is inmiddels 21, 22. Ze is getrouwd met een andere zeiler. Eigenlijk een jongen, ik zag de trouwfoto's en die jongen had precies niet alleen mijn leeftijd, maar ook mijn outfit en gewoon mijn look helemaal, mijn gezicht ook. Hij had nog net geen gitaar. Dat is best wel raar, want dit gezicht is ook nog vrij nieuw, ongeveer sinds augustus 2009, ongeveer rond de tijd dat zij ging zeilen. Wat begon als een masker is nu mijn gezicht. Wat begon als een inktvlek is nu mijn gedicht. Wat begon als een pose is nu mijn beroep. En wie nu op de tribune zit, zat vroeger op de stoep. En als ik dan een meisje zie met een heel erg mooi gezicht, dan denk ik aan haar schedel die daar vlak onder ligt. En dat het leven kort is, dat van mij en dat van jou. En dat ik haar zeggen moet als ik van haar hou. Omdat er altijd wel die stem is in achterkant van je hoofd, die je zegt dat alles beter wordt als je het maar gelooft. En tegelijkertijd die tweede stem met een even grote bek, die zegt wie denk je dat je fucking bent, wie jou je voor de gek. En het leven is zo lelijk, het leven is zo mooi, maar eigenlijk is het leven vooral een eindeloos geklooi. En ben ik dan zo'n sukkel omdat ik het dan niet snap, en dat alles mij doet denken aan die niet te snappen grap van de man die zijn koffie zonder suiker wou. En toen zei die ober, joh, is koffie zonder melk ook goed, want de suiker die is op. En druiven in het donker zijn zo sappig en zo rond. En wat je niet kan zien, dat kan je ruiken. En dat komt omdat er altijd wel die stem is in de achterkant van je hoofd, die zegt dat alles beter wordt als je het maar gelooft. En tegelijkertijd die tweede stem met een even grote bek, die zegt wie denk je dat je fucking bent, wie jou je voor de gek. Vrijer was, zo vrij als Laura Dekker was. Oh, ik wou dat ik wat vrijer was, zo vrij als Laura Dekker was. Zo vrij als Laura Dekker was, zo vrij als Laura Dekker was. Want toen ze wou gaan zeilen met haar bootje op de zee, toen ging ze lekker in een eentje en nam niemand met haar mee, behalve dan de wolken, de vissen en de wind. En het lukte haar nog ook al was ze maar een kind. En dan denk ik aan mezelf toen ik zelf een tiener was, en hoe ik zat te staren naar de ramen van de klas. En dat ik leerde denken, wat jij denkt dat is niet goed, en dat je maar een sukkel bent die niet weet hoe het moet. Omdat er altijd wel die stem is in de achterkant van je hoofd, die zegt dat alles beter wordt als je het maar gelooft. En tegelijkertijd die tweede stem en een even grote bek, die zegt wie denk je dat je fucking bent, wie hou je voor de gek? Wie denk je dat je fucking bent? Wie hou je voor de gek? Wie denk je dat je fucking bent? Wie hou je voor de gek?
allemaal. 8:10 gaan we weer verder.